Goedemorgen allemaal. Hierbij open ik het debat met de vaste commissie van Justitie en Veiligheid. We spreken vandaag over het gevangeniswezen en TBS. Ik heet de minister van Rechtsbescherming, minister Weerwind, van harte welkom. We hebben een nieuw, nou geen nieuw voor de Kamer, maar in deze commissie een nieuw gezicht in ons midden. Dat is de heer Heijink van de SP. Hij is geen lid van de commissie, maar verzoekt om, met uw permissie, wil je graag de heer Van Nispen, die ik altijd ontmoet, wil hij vervangen. Dus als u daar geen bezwaar tegen heeft, dan al dus besloten. We hebben veel sprekers, we hebben weinig tijd, van 10 tot 1. Ik wil voorstellen dat u maximaal 4 minuten spreektijd per spreker heeft en maximaal 2 interrupties, ook in eerste termijn. Hopen we het debat wel vanochtend af te kunnen maken. Ik geef als eerste het woord aan de heer Marcus Sauer. Hij spreekt namens de PVV. Ja, dank u wel. En ik wil me eigenlijk gelijk bij u verontschuldigen, voorzitter. En ook aan de minister en aan mijn collega's, dat ik eigenlijk na mijn inbreng weg moet, gezien de andere interne afspraken en andere debatten die op de rol staan vandaag en morgen. Maar ik wilde wel graag komen naar dit debat om eigenlijk vandaag met de minister een aantal vragen te stellen die ik dan via de computer en zo nog ga beluisteren. En dat gaat over dat monster van Assen. Ik dank de minister ook voor de brief die hij naar de Kamer heeft gestuurd vanochtend daarover, naar aanleiding van de regeling van werkzaamheden gisteren. Dat monster van Assen is een kwestie die mij zeer aan het hart gaat en ik denk heel Nederland. Dat is een verschrikkelijke moordenaar, een kindermoordenaar van een meisje van 7. Maar voordat hij dat meisje van 7 had vermoord in het jaar 1999, dus eigenlijk nog niet eens zo heel lang geleden, heeft die man heel veel andere verschrikkelijke verkrachtingen, geweld en eigenlijk een enorme, grote, gevaarlijke misdadiger is deze man. En de rechter heeft gezegd bij zijn veroordeling: deze man mag nooit meer buiten komen, het is levensgevaarlijk en ook het doet geen, zal, het is niet genoeg genoegdoening aan de familie, aan de nabestaanden, als hij deze man eerder vrij zou komen. Maar eigenlijk nog veel belangrijker: gevaar voor de maatschappij. Dat heeft de rechter gezegd. De rechter heeft dus in 2000 gezegd: deze man mag nooit meer, dit monster, amper een mens, mag, wat mij betreft, mag nooit meer vrijkomen. Dat heb ik ook gisteren gevraagd aan de minister, om daar alsjeblieft voor te zorgen dat dat ook gebeurt. Want de minister mag sinds een aantal jaar, door een gekke uitspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens, verdrag EVRM, mag de minister, of moet de minister na een aantal jaar het levenslang gestrafte herbeoordelen. Nou, heb ik de brief van de minister vanochtend gelezen. En daarin staat dat de minister niet op individuele casussen kan ingaan. En dat vind ik lastig, want juist bij levenslang gestraften gaat het over individuele casussen en heeft de minister daar een beslissende rol in. Dus als wij de minister niet over individuele casussen mogen bevragen, daar waar het gaat om levenslang gestraften en dat zij worden vrijgelaten, kunnen we de minister niet op dit punt controleren. Dat vind ik principieel lastig. Dan is de minister eigenlijk een ongecontroleerd element in een zaak die heel Nederland aangaat. En dat zou kan niet zo kunnen zijn. Dus ik wil eigenlijk aan de minister vragen om een nieuwe brief te schrijven, waarin hij wel ingaat op deze individuele casus en wel aan de Kamer uitlegt wat zijn intentie is met deze levenslang gestrafte moordenaar, kindermoordenaar. Gaat deze minister deze kindermoordenaar wel of niet vrijlaten? Als hij dat wel gaat doen, op basis van welke criteria? En als hij dat niet gaat doen, geweldig, dan krijgt hij mijn complimenten. En ik denk dat heel Nederland het met hem eens zijn. Mijn grote oproep is, namens heel veel mensen in Nederland, maar, en zeker namens mijn fractie, maar nogmaals, namens heel veel mensen, laat dit monster van Assen niet vrij. Het is een kindermoordenaar. De rechter heeft gezegd dat deze man niet vrij mag komen. En ik weet niet wat voor commissies allemaal meekijken en wat de rechters in weet ik veel waar ze zitten, Straatsburg of zo, er allemaal van vinden. Doe dat niet, zeg ik aan de minister. Laat deze man niet vrij. Houd Nederland veilig. En respecteer wat de rechter destijds heeft gezegd. Dank u wel. En ik excuseer me dus dat ik zo weg moet. Maar ik ga zeker uw beantwoording beluisteren. Dank u wel. Geef ik het woord aan de heer Eliane. Hij spreekt namens de VVD. Dank voorzitter. Veel onderwerpen, dus ik ga snel praten en echt een vogelvlucht doorheen. Woord van dank. Ik leg veel weekbezoeken af. Dank de gastvrijheid
DEI, de directeuren, alle medewerkers waar ik veel mee mag spreken en veel mag zien. Voorzitter, eerste punt dat ik wil inbrengen vandaag, de zittingszaal bij de extra beveiligde inrichting in Vught. Mooi dat er nu een verschuiving in denken plaatsvindt, maar gaat dit nu het probleem oplossen? Ik, gesteund het CDA heel lang, gepleit ofwel videoverbinding uitgangspunt of een zittingszaal bij Vught. Nu komt er een zittingszaal waar één verdachte, pro forma, raadkamer, maar dat lost het probleem niet op. Dus ofwel we zeggen zittingszaal, je zegt tegen de zittende en de staande magistratuur, u gaat daar naartoe met beveiligd vervoer, daar gaan de zittingen plaatsvinden. Of in Lelystad, videoverbinding en geen transporten weer. Maar één van die twee moet het worden, voorzitter. Dan die sociale jeugdinrichtingen. Spreken we niet altijd over. Eenvoudig, heldere vraag. Is de capaciteit op orde? Ik ben gaan kijken, er zitten geen lievertjes daar. Het werk is moeilijk, intens, kan ook onveilig zijn. Hebben we voldoende plekken, gelet op de toekomst? Dan maak ik via de justitiële jeugdinrichtingen, voorzitter, ga ik de stap maken naar voortgezet crimineel handelen. En waarom? Omdat ik constateerde dat de JJI's, in ieder geval de Rijksjustitiële jeugdinrichtingen, geen bureau inlichting en veiligheid hebben. En daar vind ik dan weer zo'n voorbeeld van die naïviteit. Denk ik, ja, daar zitten jongens die ook onderdeel zijn van grote criminele netwerken. Natuurlijk heb je daar ook een bureau inlichtingen en veiligheid nodig. Dat kan je niet van de medewerkers die daar nu werken verwachten. Je moet in kaart brengen waar zo'n jongere onderdeel van is voor de interne veiligheid. Met name ook voor de veiligheid van de samenleving, voortgezet crimineel handelen. Dan, voorzitter, voortgezet crimineel handelen. Zal geen verrassing zijn dat ik daar wat punten op heb. Contact. Van EBI en AIT gedetineerde, voorzitter, met anderen die een verdachte rol hebben bij een criminele organisatie. Let op, verdachte rol. Ik zeg niet per se verdachte, maar verdachte rol. Waarom staan we dat toe? Dat is toch ons eigen probleem in stand houden. Ik weet dat het antwoord kan zijn, ja, maar het GRIP adviseert, maar de ervaring nu van een aantal jaren, EBI en Marengo leert dat er gewoon nog allerlei contacten zijn met mensen waarvan nu blijkt dat ze onderwerp zijn van strafrechtelijk onderzoek. Waarom staan we dat toe? Waarom zeggen we niet, hier mag u geen contact mee hebben, ook al als dat voor familie geldt. Voorzitter, dat brengt me op het punt van contact met het buitenland. In mijn motie stond vanaf nu alleen maar bellen naar mensen op een politiebureau. Maar ja, in sommige landen kan dat natuurlijk wel wat ingewikkeld zijn, omdat we gewoon geen goede samenwerking hebben met de autoriteiten. Dubai, vorige week ook vervelend in het nieuws. Waarom zeggen we gewoon niet, als wij je als Nederlandse staat niet kunnen identificeren, dan heb je maar pech als je met iemand in het buitenland wilt bellen. Dat is weer een stukje stoppen met de naïviteit. Voorzitter, dan de financiële transacties. Ik begrijp dat er een app is, MyTelio, waarmee je financiële transacties kan verrichten. Ik begrijp dat het toezichtsalgoritme van DEI niet werkt op deze app. Dus ik heb één korte vraag. Kan de minister mij vandaag toezeggen dat we stoppen met deze app? Het leidt tot voortgezet crimineel handelen. Het leidt tot het verkopen van contrabanden in de inrichting. En met name ook wil ik vragen, waarom staan we eigenlijk toe dat gedetineerden naar elkaar geld mogen overmaken? Dat is toch gekkigheid van de bovenste plank waarmee je de handel in contrabanden voortzet. Voorzitter, ik bied vandaag graag een afstudeeronderzoek van de studenten aan vanwege veiligheids- en privacyoverwegingen, noem ik haar naam niet. Onderzoek PI Zaanstad, schrikbarend hoeveel contrabanden telefoons daar binnenkomen. Ja, dan houden we wel een probleem in stand. Dus mijn vraag, waarom als contrabanden geconstateerd wordt, dus een telefoon, waarom zeggen we dan niet meteen, bam, 50% gaat af van je VI. Doe je het nog een keer, is je VI klaar, zit je je volle straf uit. We zullen een vuist moeten maken en moeten laten blijken, heb jij een telefoon binnen waar geen enkele reden toe is, dan zijn dit de consequenties. Voorzitter, dan de drone-detectie. Ik heb Roermond gezien, schild om de gevangenis. Hebben we zo'n schild niet nodig voor alle gevangenissen in Nederland. Want wat we uiteindelijk willen is dat voortgezet crimineel handelen ook niet ervoor zorgt dat mensen kunnen ontsnappen. Ik zit op 4 minuten en ik kijk of ik niks vergeten ben. Nope. Dank u wel. U hield het zelf ook nauwkeurig bij. Ik dacht, ik wacht tot u een zin afmaakt. Maar dat was moeilijk in ieder geval. Dank u wel. De heer Mark Zoer heeft een vraag voor u, de heer Edeans. Een kleine interruptie. Het klonk best flink, dus ik heb toch even goed geluisterd. En dan lijkt het erop dus dat de VVD zegt allereerst dat ze nog steeds voor vroegtijdige in vrijheidstelling zijn. Dus iemand wordt veroordeeld en dan nog steeds zegt de VVD dat hij eerder de gevangenis uit mag dan de opgelegde straf. Dat vind ik al niet flink. Maar dan zegt de VVD, en als iemand dan contrabanden, telefoons smokkelt, en we weten allemaal wat die boeven met die telefoons doen. Die zetten hun criminaliteit voort met die telefoons. En geven misschien zelfs opdracht tot het plegen van moorden. Dat gebeurt allemaal. Mijn vraag is, dan zegt de heer Elian van de VVD, nou dan krijgt hij 50% korting. Dus, maar dat betekent nog steeds dat hij eerder vrij mag van de heer Elian. Dat is toch helemaal niet zo'n flink voorstel? De heer Elian?
Jawel, voorzitter. Flink. Het gaat nu over voorstel Flink. Het gaat erom of het ervoor zorgt dat mensen wel drie keer nadenken voordat... Want dat is natuurlijk de realiteit, dat degene die die telefoon nodig heeft, gebruikt daar loopjongens voor. En uiteindelijk die wet straffen en beschermen heeft ertoe geleid dat in plaats van automatisch 1/3 nu gedrag centraal staat. Het kan ook nog maximaal 2 jaar zijn. Ik zeg daarvan, als jij een telefoon hebt, dan is het eerste signaal, luister, dan moet je nog 1 jaar langer zitten, in het uiterste geval. Doe je het nog een keer, dan verlies je je hele vee. En het is natuurlijk aantrekkelijk om te zeggen, je bent het in 1 keer kwijt. Alleen de realiteit is natuurlijk dat de jongens die je moet hebben, die zitten al zo lang. Dus voor hun maakt die 2 jaar meer of minder, boeit niet. Je wilt juist de groep daaronder hebben. En dan denk ik dat dit wel effectief is. Meneer Marcus, het is in ieder geval beter dan nu. Want uit dit onderzoek blijkt ook dat mensen van DI en de politie zelf, die zeggen, ja, als niemand er ooit een serieuze sanctie aan verbindt, dan is het natuurlijk dweilen met de kraan open. Dus het is beter dan nu. Vervolgvraag, heer Marcus. Ja, op zich, na jarenlang slap VVD-beleid, want er zat een VVD-minister heel lang op die portefeuille, is alles beter dan nu. Maar echt flink zou zijn als je zou zeggen, misdraag jij in de gevangenis, dan krijg je extra straf. Niet minder straf, wat de heer Elian voorstelt, maar extra straf. Volgens mij bedoel ik het... 50% kort, dus 50%. Ja, volgens mij verstaan we elkaar nu verkeerd. Dus ik zeg, als je een telefoon in je bezit hebt, boom, dan moet je dat restant, wat je een beetje standaard als korting nu krijgt, als je goed, die ben je kwijt. Ja, meer straf. Goede vraag, collega Marcus Sauer. Ik vind het overwegen waard. Waarom is het niet strafbaar? Ja. Als jij contraband hebt, want het is nu strafbaar degene die contrabanden naar binnen brengt. Maar dat is natuurlijk niet de vis die je wil hebben. Ja, ik vind het een interessante gedachte om te overwegen. Goh, als je contrabanden hebt, boem, dan volgt een strafrechtelijke procedure. Dus laten we doorpassen naar de minister. En daarmee geef ik het woord aan mevrouw Moedlers. Zij spreekt namens de PvdA. Ik doe het mijn collega niet na, zeg ik nu alvast. Het ging echt heel snel en fantastisch, maar... Mag het even opnieuw, voorzitter? Dan begin ik niet. Oké, 2 seconden. 4 seconden. De justitiële keten. Dat is van begin tot het met het einde. Van aangifte tot met detentie en alles wat daartussen zit. Dat piept en kraakt. Maar dat is maar al te bekend. En vandaag gaat het vooral om het slotstuk detentie en TBS. En ook daar is het beeld niet best. En als ik het heel kort door de bocht samenvat, we sluiten minderjarige delinquenten en mensen die lijden aan een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestesvermogen, dat zijn de TBS-gestelden, op zonder dat ze de behandeling krijgen die ze nodig hebben. De straf die ze dan van de rechter hebben gekregen wordt meestal wel uitgevoerd, maar daar waar het gaat, namelijk dat ze beter uit de cel of TBS komen dan ze erin gaan, dat is verre van zeker. Ik begin met de manier waarop we met criminele jongeren moeten omgaan. De inspectie was in november genadeloos. Die gaf aan dat het niet verantwoord meer is om jongeren in de gevangenissen te sluiten omdat ze er slechter uitkomen. En gisteren las ik een uitspraak van een rechtbank dat zij een pijnmaatregel voorwaardelijk hadden opgelegd, ondanks adviezen die voor onvoorwaardelijk gingen, omdat in dit geval de rechting rekening moest houden met het feit dat het, even in mijn woorden, een beetje een zooitje is bij de JJ's. Dat is best ernstig. Ook de minister ziet het systeem vastlopen. Nou, hij komt met noodoplossingen. En mijn vraag is dat genoeg? Die maken het niet beter, maar hooguit minder slecht. Jongeren moeten langer op hun cel blijven zitten. Hun preventieve hechtenis in een volwassen huis van bewaring uitzitten. En ik vind dat het gewoon uit armoede geboren oplossingen zijn. Geen behandeling en daarmee een verkeerde start weer. Straks als ze eruit gaan en hoge recidivecijfers. En dan vragen we ons af waarom die criminaliteit harder stijgt en zwaarder wordt. De oplossingen zijn dus labmiddelen. Hoe lang gaat deze situatie duren, voorzitter? Dat stel ik aan de minister. Ik heb zelf eerder gewezen op alternatieve straffen. Ik heb gewezen op de betere benutting van kleinschalige voorzieningen. Ik ben blij dat de minister naar die criteria gaat kijken. Ik ben benieuwd wat dat gaat opleveren. Want dat vind ik beter dan een uitbreiding van nog meer uitbreiding of van grootschalige voorzieningen. Ik denk dat het belangrijk is dat we hierop focussen, omdat uiteindelijk dit ook kan leiden tot correctie en resocialisatie van de jonge delinquenten. Dan een TBS en niet onbelangrijk onderwerp. Net zoals voor de medewerkers in de jeugddetentie neem ik mijn petje af voor de medewerkers in de forensische zorg die onder hele zware omstandigheden met een ingewikkelde populatie in een lang niet altijd veilige omgeving moeten werken. En het ligt niet aan de medewerkers. Integendeel, ook in de TBS loopt niet alles op rolletjes. De veiligheid is niet altijd gegarandeerd.
Het verhaal van Alma Tix, die afgelopen donderdag hier was, is daar een wrang voorbeeld van. En dat vraagt om goede afspraken, om nazorg bij een incident. We wachten even. Ik wil pauze zetten, want ik heb hier tijd. Nee, we wachten even, mevrouw Mottler. Mevrouw Mottler, vervolgt uw betoog. Dank u wel, voorzitter. Als het gaat om incidenten, vraagt dat om goede afspraken, goede nazorg, om oplossingen om medewerkers te ontzorgen. De minister schrijft in zijn Kamerbrief dat hij naar technologische ontwikkelingen en innovaties wil kijken. Een van de suggesties die door volgens mij de directeur van een van de klinieken werd gedaan was, kijk naar bodyscans. Ik weet niet hoe de minister daar tegenaan kijkt. Aan de andere kant is TBS ook een succes. Het aantal TBS-gestelden dat na hun behandeling terugvalt in de crimineel gedrag is veel lager dan bij veroordeelde criminelen zonder TBS. Dus ik zit ook niet te wachten op een enorme forse stelselwijziging. Maar we kunnen niet achteroverleunen. Het TBS-stelsel piept en kraakt. Grote instroom. Misschien ook wel omdat de aanpak van verwarde personen tekortschiet en die strafbare feiten begaan. En beperkte uitstroom omdat het systeem dichtslipt. Zo worden patiënten ook zonder een strafrechtelijke titel met een zorgmachtiging in een forensisch psychiatrische kliniek of TBS-kliniek opgenomen. En dan is er gewoon minder plek voor andere TBS-gestelden. Ja, en dan hebben ze ook nog een negatief imago. Als zij uit de TBS komen, staan gemeenten niet bepaald te trappelen om te zorgen voor begeleid wonen of een sociale huurwoning. Want de krapte in de woningmarkt helpt ook niet. En de GGZ-instellingen zien liever geen TBS-gestelden omdat die moeilijk zouden zijn. Wel de relatief lichte patiënten. Dat helpt niet. Komt er een landelijke visie, zoals we dat ook bij de ISD hebben gezien? Wanneer komt dat? Komen we met de Fokkensregeling? Zouden we dat niet kunnen invoeren samen met zorgen voor bekwaam personeel? En ik wil een pleidooi doen voor zorgconferenties en uiteraard het wettelijk verankeren daarvan. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. En daarmee geef ik het woord aan de heer Seder. Hij spreekt namens de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Ik wil beginnen met de justitiële inrichtingen. Want ik maak mij grote zorgen over het voorgenomen besluit. Voorzitter, maar als ik naar de brief kijk, dan moet me wel iets van het hart. Er liggen hier zware voorstellen voor. Maar in de kabinetsbrief lees ik daar een deel van de reacties die ik teruglees als ik induik in wat partijen hebben aangegeven. Voorzitter, want die zijn zeer kritisch. Van de kinderbescherming tot de OM, tot de Raad voor de Rechtsspraak. En voorzitter, ik denk dat we daar iets mee moeten. Maar voorzitter, ik had toch verwacht dat het ook veel scherper in de brief te recht zou komen dat richting de Kamer is gegaan. Het is ook belangrijk dat wij deze informatie kunnen wegen met elkaar. Ik zou daar graag een reactie van de minister op willen. Of hij vindt of de reacties voldoende verwerkt zijn in deze brief richting de Kamer. Maar voorzitter, dan ook over de maatregelen zelf. Allereerst de 77-uren-norm. Dat vindt mijn fractie lastig, want we voldoen daarmee niet aan de wet. Een overheid dat niet meer aan de wet gaat voldoen. En we jagen jongeren een klachtenprocedure in. Ziet de minister alternatieven? En kan de minister hier in elk geval toezeggen zo snel mogelijk terug te gaan tot het regulier regime? In de brief lees ik namelijk een open einde. Ja, het is bedoeld als tijdelijke regeling, maar de verwachting is dat het langer zal duren. Kunnen we dat niet veel specificeren en het tijdspad daarvoor opstellen en de tijdelijkheid borgen? Voorzitter, de plaats van jongvolwassenen met preventieve hechtenis in een PI zonder specialistenbegeleiding vindt mijn fractie wel echt een brug te ver. En we zijn niet de enige. Als wij de consultaties lezen van de Raad voor Rechtsbijstaak, OM, voorzitter, dan zien we dat er grote zorgen zijn. Het gaat om kwetsbare jongeren die op een kantelpunt zitten. En we zijn bang dat door deze maatregel jongeren verder afglijden. En dat is ook de kern van kritiek van OM, de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor de Kinderbescherming. Niet de minste partijen in
dit krachtenveld. En terwijl deze jongeren juist vanaf dag 1 alle hulp nodig hebben die kan worden geboden. Voorzitter, deze kritiek is zo fundamenteel en raakt zo aan de beginselen van het jeugdstrafrecht dat mijn fractie ook echt de minister wil verzoeken om naar alternatieven te kijken. We snappen de dilemma's. Dit is echter eentje waarvan wij denken dat niet alleen jongeren, maar ook de maatschappij daar slechter van wordt. We zijn bang dat dit ook voor een specifieke groep kwetsbare jongeren de verkeerde afslag zou zijn. En daar hebben we allemaal mee te maken. Voorzitter, ik heb nog drie andere punten. Allereerst... De heer Seder, u heeft op het punt van zojuist een vraag van de heer Sneller. Ja, de minister moet naar alternatieven kijken. Welke alternatieven zou de heer Seder graag wel zien? De heer Seder? Ja, voorzitter, ik wil eerst constateren dat het krachtenveld, het OM, Raad voor Rechtsbijstaak, de kinderbescherming zegt niet doen. Wil ik eerst markeren. En laat dat het vertrekpunt zijn van onze fractie, die zegt als wij dit nu doen, dan gaan wij niet alleen in tegen het advies van, van toch een paar partijen die hier wat van weten. Maar zetten wij ook jongeren op een spoor waarvan niet alleen jongeren, maar ook de maatschappij uiteindelijk last van heeft. Omdat de PI's niet ingericht zijn om vanuit het pedagogisch klimaat te werken. Laat dat het vertrekpunt zijn. Ik vraag de minister of hij dat herkent. En als dat zo is, denk ik dat het standpunt van onze fractie is om daar een alternatief te zoeken. We hebben gezegd, want er zijn dilemma's en die zien wij ook. We hebben zorgen wat betreft de 77-uren-norm. Ik denk alleen wel in combinatie met andere alternatieven zou dat voor ons nog te dragen kunnen zijn, mits het tijdelijk is. Maar dit is wel een brug te ver. Er zijn ook andere, als je in de brief... Nee, geeft een heel lang antwoord. Sorry, voorzitter. Ik kijk even naar de heer Sneller of hij een vervolgvraag heeft. Anders zou ik u willen voorstellen om uw betoog te vervolgen. Nou, er was geen antwoord, voorzitter. Dit was een herhaling van de inbreng van de heer Seder, die ik goed had gehoord en die ik ook grotendeels snap. Alleen het was geen antwoord op de vraag, namelijk welke alternatieven dan wel? De heer Seder. Voorzitter, door het niet te doen ontstaat er een knelpunt. Daar ben ik het mee eens. Maar ik denk dat de belangenafweging dusdanig uitslaat dat de andere maatregelen wel doorvoeren en deze niet. En ook dus verder te verkennen of er andere minder zwaarwegende alternatieven zijn. Dat een betere afslag is dan wat wij nu hier doen. Dus ook zelfs dat niet doen en daar ook de gevolgen met elkaar dragen, denken wij dat als wij ook het krachtenveld zien en lezen, een betere stap zou zijn dan de huidige stap die nu voorgelegd wordt. De Seder, ook mevrouw Moetler heeft op dit punt een vraag. Ja, dit is een probleem wat zo ernstig is. Dus ik deel absoluut het ongemak wat collega Seder naar voren brengt. Ik noemde in mijn bijdrage een uitspraak wat ik gisteren las van een rechter die uiteindelijk besloot om een PEI-maatregel voorwaardelijk op te leggen, omdat hij vond dat de voortzetting van de behandeling in een ambulante kader, dat is de vraag, waarin dus de intensieve begeleiding nog beter is dan iemand dan maar naar een gevangenis sturen zonder perspectief. Zou dat dan niet een alternatief kunnen zijn? Was mijn vraag, voorzitter. Heer Seder. Voorzitter, het is duidelijk dat we naar onorthodoxe maatregelen moeten kijken. U hoort mijn fractie zelf zeggen dat de 77-uren-norm wat tegen de wet is, hè, als we dit nu zo voortzetten, dat zelfs voor ons tijdelijk een begaanbare weg is. Omdat wij nu zien dat je daarmee ook in het belang van kwetsbare jongeren kan handelen. Wat mijn collega aangeeft, dat weeg ik zeker ook mee. Wil ik ook meenemen. Kijk naar de minister. Ons standpunt blijft dat als wij dit pad opgaan, wij twee dingen doen. Wij gaan tegen de adviezen in van het werkveld, lijkt me niet verstandig. En volgens mij creëren we een ergere situatie, ook op langere termijn, dan de situatie waar we nu momenteel voor staan. En dus de noodzaak om alternatieven te vinden. Vervolgvraag van mevrouw Moetler. Ja, ik stel die de vraag bewust, voorzitter, omdat ik denk dat wij op dit moment de problematiek met personeelstekort niet direct opgelost hebben en dat je dus naar onorthodoxe maatregelen moet gaan kijken. En vindt mijn collega dus daarmee ook dat stellen, we gaan met name die voorliggende voorzieningen versterken, de begeleiding en ondersteuning, ambulante begeleiding verder versterken, dat misschien ook een vraag aan de minister moet zijn om daarnaar te kijken in het licht van de oplossingsrichtingen waar we aan moeten denken. Heer Seder. Voorzitter, ik denk, dat leg ik aan de minister, ik kan nu niet overzien wat daar nu de obstakels van zijn. Ideeën, alternatieven zijn welkom, waar mijn fractie wel waarde aan hecht. Daarom staan we hier ook zo stevig op. Is omdat wij ook wel willen kijken naar wat het in het werkveld
geadviseerd worden. En dan heb ik het over de kinderbescherming, dan heb ik het over het OM, dan heb ik het over de Raad voor rechtspraak. En die zijn op dit punt, hè, kunt u allemaal terug lezen, zeggen eigenlijk unaniem, volgens mij moeten wij dit niet doen. In ieder geval niet op de wijze zoals de minister dat voorstelt. En dat neem ik, en dat neem ik heel zwaar. Dank u wel. U vervolgt uw betoog. Ja, voorzitter. Voorzitter, ik zou het graag willen hebben over de vrijwilligersorganisaties. Denk aan Exodus, Humanitas en Gevangenenzorg Nederland. Zij doen belangrijke zorg richting resocialisatie en het voorkomen van de recidieven. Maar voorzitter, de regeling voor niet-justitiegebonden organisaties is komen te vervallen. Daarmee is het werk van deze geweldige vrijwilligers lastiger geworden. Het is niet meer vanzelfsprekend dat bezoek van vrijwilligers plaats kan vinden in een vertrouwelijke setting en ook niet afgaat van andere uren. En de meeste PI's hebben hier wel richtlijnen voor, maar dit gebeurt niet overal. En het draagt daarom ook niet bij aan het werk aan resocialisatie en herstel voor gedetineerden. Gevangenen haken af voor bezoek- en reïntegratietrajecten. Dit vond onze fractie zorgelijk. Kan de minister met een vervangende regeling of wet komen om alsnog het bezoek van vrijwilligersorganisaties te borgen? Ik overweeg een motie, juist ook omdat dit de kern raakt van dat niet alleen in het belang van het individu is, maar ook van de maatschappij. Voorzitter, ten aanzien van slimmer straffen. We zijn benieuwd hoe het staat met het traject voor slimmer straffen. Wat ons betreft is het de richting die de toekomst heeft en ook kan bijdragen om de kost van DI beheersbaar te maken. En wat kunnen we nu al doen om pilots uit te voeren voor slimmer straffen? Ziet de minister ruimte voor de experimenteerwet of bijvoorbeeld de reclassering een pilot laten uitvoeren waarin in meer gevallen dan nu bij voorlopige hechtenis kan worden geadviseerd? Welke ruimte ziet de minister? En tot slot, voorzitter, wil ik stilstaan bij de TBS in het Caribisch gebied. Ruim een jaar geleden gaf minister Dekker aan dat er een werkgroep zou komen voor forensische zorg en PIJ-maatregelen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Wat is daar de stand van zaken van? Ik ben ook Koninkrijksrelaties woordvoerders en ik weet dat dit punt ook heel erg leeft in het Caribisch deel van het Koninkrijk. En ik hoop dat we vanuit hier ook met oplossingen kunnen komen. Dank u wel, voorzitter. Keurig voor de tijd. Dank u wel, de heer Seder. Ik geef het woord aan de heer Eertmans. Hij spreekt namens JA21. Dank je, voorzitter. Voorzitter, mijn bijdrage gaat over TBS met name en vooral ook door de indrukwekkende rondetafelgesprek dat we vorige week hadden met diverse instanties. Het gaat niet goed in de TBS, kan je zeggen. De druk is enorm. Daar wordt ook over geklaagd van diverse kanten, moet ik zeggen. Advocatuur, maar ook de TBS zelf. Dat kan natuurlijk komen door de instroom, die is echt extreem hoog. Daar valt niet zoveel aan te doen, want ik vroeg ook, zijn er nou te veel lichte gevallen in die TBS? Dat valt mee. Dus men heeft daar de bedden nodig. De doorstroom richting GGZ, de uitstroom, zeg maar, is weinig. Dat lukt ook niet, daar knijpt het ook. En de echte uitstroom naar de maatschappij, die is natuurlijk risicovol. Dat gaf men ook aan en doet men niet graag. Dus daar heeft men natuurlijk de risicotaxaties onder liggen. Kortom, ik denk dat we moeten concluderen dat de capaciteit omhoog moet. Is dat minister dat met ons eens? En vooral kijken naar die balans tussen veiligheid en behandeling in de TBS. Toen is er gesproken over de Fokkensregeling, bekend, hè? Korter de gevangenis, langer en eerder naar de TBS. Hoe ziet de minister dat? Bent u voor herinvoering van de Fokkensregel? Dan de ontsnappingen en de incidenten en de misstanden, zeg maar, in de klinieken. Als je nou kijkt naar het staartje, hè, van hoeveel mensen er ontsnappen uit de TBS, vanuit de kliniek, maar laten we het even hebben over verlof. Dan zie je dat in 2021 21 onttrekkingen waren. Er wordt altijd gezegd trouwens van maar een paar promiel, hè, op 70.000 verlofbewegingen. Stelt niet zoveel voor, maar ik vind dat een beetje vals. Want voor mij moet je kijken naar het aantal personen dat op verlof gaat. He, begeleid, en hoeveel daar dan in de problemen komen. En dan zie ik dus 21 onttrekkingen en dan zie je bij het aantal strafbare feiten 11. Moet ik dan concluderen dat dus de helft van die personen een strafbaar feit pleegt op na ontsnapping van verlof? Of zie ik dit te eenvoudig? Er zijn ook binnen kliniek strafbare feiten, dat loopt dan rond de 100. Kunt u dat specificeren? Want dat krijg ik niet, daar kom ik niet achter met mijn vingers van. Wat voor delicten worden er nou gepleegd? Dat geldt ook voor verlof. Kunt u dat voor mij duidelijk maken? Op wat voor, hebben we het dan over geweld? Hebben we het over agressie? Waar gaat het over? Heel graag wat meer duidelijkheid op dat punt. Komt niet naar voren in de stukken. Het verlofsysteem zelf. Kijk, ik vond het opvallend dat de media aanwezig bij de ronde tafel zeiden, ja, wij horen helemaal nooit wat over ontsnappingen of over problemen. Daar moeten we altijd zelf naar graven. Ik vind dat wel heel erg duister, hè, hoe daarmee wordt omgegaan. Moeten we niet veel opener zijn over
na een ontsnapping dat het publiek ook kan worden ingeschakeld om een TBS'er die dan ontsnapt ook snel in de kraag te vatten. En wat is de straf eigenlijk op ontsnappen? Hè? Ik hoorde iemand zeggen, ja, twee keer ontsnappen, dan is het gewoon oud. Dan ga je gewoon niet meer op verlof. Het is jammer, maar het is gewoon onbetrouwbaar en te gevaarlijk. Hoe kijkt de minister daarnaar? Nou, dan komt bij het imago. Ik ben het er namelijk wel mee eens dat de deskundigen zeggen, ja, dat imago is slecht, omdat het natuurlijk altijd bij TBS heel vaak over problemen gaat en over ontsnappingen of over mensen vinden het eng. Het zijn gevaarlijke mensen, laten we het zo zeggen, die de TBS ingaan met een stoornis. Maar ik geloof wel in positieve verhalen. Dat wil ik er wel bij zeggen. Dus misschien is het ook goed om dat te benadrukken van, kunnen wij meer positieve dingen vertellen over TBS? Want we weten allemaal, de recidive is gewoon een heel erg stuk lager uit de TBS dan uit de gevangenis. Dus daar kan je misschien wel mee. Open dagen. Nou, ik hoorde 18 maart, open dag TBS. Wist ik niet. Is dat ook voor het publiek of is het alleen voor media eigenlijk? En geldt het voor alle klinieken? Was ik even benieuwd naar. Ik denk dat daarmee wel de brug geslaagd kan worden, hè, voor dat maatschappelijk draagvlak onder TBS als we het systeem willen behouden. Daar werden wel leuke, of, ja, goede dingen over gezegd in de ronde tafel. En tot slot, voorzitter, dat is echt mijn laatste, is eigenlijk iets heel anders. Dit was eigenlijk mijn bijdrage over TBS. Ja. De heer Sneller heeft, ja, inderdaad, nog een vraag. Ja, de heer Sneller, een vraag aan de heer. Hadden we een maximum, ik was te laat binnen. Verfrissende inbreng van collega Eertmans. Dank daarvoor. Hij stelt ook een vraag aan de minister over die fokkensregeling. En ik vroeg me af wat zijn eigen visie op die vraag is. De heer Eertman? Ja, ik worstel daar al langdurig mee. Omdat ik vind, TBS is geen straf, dat weten we allemaal. Dus dat wordt, kijk, vanuit de positie van de TBS'er is het logisch. Waarom zou je iemand in een gevangenis stoppen die gestoord is of in ieder geval hulp nodig heeft? Anderzijds, gruwelijke dingen gedaan, ja, dat is het rechtsgevoel. Ook voor mensen, slachtoffers met name, die daar niet mee kunnen leven. Die kan ik u zo aanwijzen, want die heb ik zelf gesproken. En die zeggen, ja, hoe kan ik er nou mijn kind is vermoord? En deze man die hoeft maar een derde van zijn straf uit te zitten. Dus daar zit een stukje vergelding achter, rechtsgevoel, waarbij dat we het niet tekort moeten doen. Dus ik vind het niet. Ik vind niet dat we de fokkensregeling moeten invoeren. Ik zou wel bijvoorbeeld de vraag willen stellen, wat vindt de minister van psychiatrische gevangenissen? Dat is de combinatie. We kennen allemaal One Flew Over the Cuckoo's Nest. Ja, dat willen we allemaal niet. Maar toch is dat niet een idee om te zeggen, ja, we hebben tekort. Nee, dat tekort. Je wil mensen niet het gevoel geven dat ze eeuwig opgesloten blijven, want ze moeten terug. Maar er is wel een vergelding. Er moet wel straf beleden worden, laat ik het zo zeggen. Dus zou dat nog een, dat is een goede extra vraag aan de minister. Psychiatrische gevangenissen, die misschien ook minder kostbaar zijn dan de TBS-bedden. Maar goed, wij zijn tegen het herinvoeren van Fokkens, van de Fokkensregel. De heer Eertmans heeft ook een vraag van de heer Van der Staaij. Ja, ik vind het wel een interessant punt. Ik heb zelf pas ook een TBS-kliniek bezocht en daar kwam dit punt ook naar voren. Zou het ook niet mogelijk zijn, dat was eigenlijk mijn zoektocht, want ik zit ook wat meer vaak als het gaat om een wat stevige benadering, zeer in de buurt van de heer Eertmans. Maar ik kan me ook voorstellen dat je aan de vergeldingscomponent vasthoudt, dus dat er niet een softe regime plaatsvindt, maar wel dat die behandeling al eerder gaat plaatsvinden en daarmee ook de kans op succesvolle reïntegratie vergroot wordt. Ziet de heer Eertmans daar ook geen mogelijkheden voor? Zouden we de minister toch niet eens kunnen vragen om vanuit dat perspectief er wel naar te kijken? De heer Eertmans? Ja, in de gevangenis bedoelt u dan? Dat is maar net of je daar, ik hoop dat ik u goed begrijp, maar dat daar de hulpmiddelen zeg maar voldoende zijn om dat ook daar vorm te geven. Hè? Ik heb ook een week in de gevangenis gezeten, maar ook overigens onschuldig. Maar dat was inderdaad de ervaring dat je daar niet mensen met een, het is gevaarlijk, ja. Dat je daar nou niet mensen met een stoornis moet gaan opvangen. Dat is gewoon, daar is daar niet geschikt voor. Ja, anderzijds wat ik zeg, hè, de psychiatrische gevangenis zou daar weer een tussenweg voor zijn. Sommige mensen zeggen, je moet eerst de behandeling doen en daarna nog gaan straffen. Nou, dat lijkt me ook zinloos. Dat is denk ik ook het verkeerde paard achter de wagen spannen. Dus ik voel de zoektocht ook. Maar ik vind dat er nog steeds een belangrijke balans is tussen vergelding en behandeling. Waarbij de behandeling natuurlijk op komt van de patiënt, zeg maar de TBS'er. En wij als, of wij, ja, het zeg maar het niet-criminele deel van de bevolking en de slachtoffers, ja, die zoeken toch naar enige vergelding, ja. En rechtsgevoel, genoegdoening voor het leed wat is aangericht. Want dat kan je niet. Ja, ik heb ook in de TBS-kliniek, ben ik ook langs geweest. Dat is natuurlijk een totaal ander regime, laten we heel eerlijk zijn, dan een gevangenis. Daar het woord straf valt daar niet uit de lucht, zeg maar. Dat wordt allemaal in het kader gezet van
Nou, de mensen mogen natuurlijk niet weg, maar ze worden natuurlijk op een hele andere manier behandeld. En het perspectief is anders dan in een gevangenis. Vervolgvraag van de heer Van der Staaij. Nou, misschien juist dat laatste punt vind ik wel interessant. Het verraste mij dat de TBS'ers die ik gesproken heb, eigenlijk het regime strenger ervaren in de TBS-kliniek als in de gevangenis. Dus wat is dan bepalend voor de vergelding dat het bordje gevangenis op de deur staat? Of zeg maar, wat er nou concreet gebeurt? Dus kijk, volgens mij, van mijn beleving hangt het ook wel samen met het feit dat mensen vastzitten. Zeg maar, dat je je vrijheid verloren bent. Dat is ook de vergeldingscomponent. Daarmee stevens ook de maatschappij beveiligd. Dus ik zit nog een beetje te zoeken wat nou meer inhoudelijk eigenlijk bepalend zou kunnen zijn. Waarom niet ook meer de mogelijkheid geopend zou moeten worden om al eerder in de TBS-kliniek terecht te komen, mits het regime qua verlof en dergelijke wel niet ruimer is dan in de gevangenis het geval zou zijn. Heer Eertmans? Maar ik ga ook niet zo ver, en ik misschien ook niet, dat elke TBS'er ook geconfronteerd moet worden met het leed dat is aangericht. Hè. Ik bedoel, er zijn erbij die natuurlijk totaal van padje zijn, maar er zijn er ook bij die dat zich heel goed kunnen herinneren. Hè, en dat een stukje strafconfrontatie en leedconfrontatie, dat wel zeker nodig is. En dan wil ik daarmee niet zeggen dat je dus TBS niet nodig hebt, want ik vind wel dat je dus die mensen uiteindelijk in een TBS veel beter kan plaatsen en tot hun recht kan laten komen en sterker nog voor de maatschappij veilig terug kan laten keren dan een gevangenisstraf. Dat helpt niet, maar het is wel een combinatie. Dus die straf, die confrontatie zullen we denk ik meer moeten aangaan. Sowieso vind ik dat, want ik vind onze gevangenissen daarin toch een diepe leegte waar het gaat over schuldconfrontatie en boetedoening en herstel. Daar heb ik het vaker over gehad in deze commissie. Gevangenen komen er gewoon niet. Die komen er niet beter uit dan ze erin gaan. En daar gaat iets dus helemaal verkeerd. Dus daar heb ik ook ideeën over. Maar ik vind in dit geval 1/3 gevangenisstraf en dan naar de TBS vind ik wat al te gortig. En omdat het over heel serieuze grote delicten gaat natuurlijk. En zeker bij TBS met dwangverpleging, dan hebben we het niet over kleine problemen. Dus dan vind ik toch dat de maatschappij daar ook wel iets voor terug mag zien in het vergeldingsaspect. Meneer Eertmans, heeft nog een paar seconden om voor een afrondende zin. Net als bij de slimste mensen, daar kom je nooit uit met 2 seconden tijd. En ik heb nog. Maar ik zoek even naar. Ik heb 1 vraag eigenlijk. Op de actielijst staat ook mijn motie en die van mevrouw Van der Plas over 3 strikes you're out. Het gaat over gevangenissen overigens. Kan de minister daarop reageren hoe het daarmee staat? En dan zet ik hier een punt. Dank u wel. Dank u wel. Geef ik het woord aan de heer Heijink. Hij vervangt vandaag de heer Van Nispen als lid van deze commissie. Hij spreekt namens de SP. De heer Heijink, het is aan u. Zo is dat, voorzitter. En dank ook aan de collega's voor het geven van de ruimte om te kunnen spreken. Nieuw in deze commissie, maar wel bekend ook met deze minister. Ook als het gaat over de grote problemen die er zijn in de jeugdzorg en de jeugdbescherming. En als ik zie wat we vandaag bespreken, de problemen met het gevangeniswezen en de forensische zorg, dan zie ik eigenlijk best wel veel parallellen. Als het gaat over de problemen, als het gaat om capaciteit, de werkdruk die werknemers in het gevangeniswezen en ook in de forensische zorg meemaken, dan zie ik eigenlijk heel veel overeenkomsten. Mensen zitten natuurlijk niet voor niks in de gevangenis. Ze hebben straf verdiend en de SP steunt ook alle maatregelen die genomen worden om te voorkomen dat gedetineerden vanuit de gevangenis door kunnen gaan met hun criminele werk. Tegelijk willen wij ook verder kijken. Wat moet gedaan worden om te voorkomen dat mensen na een gevangenisstraf opnieuw in de fout gaan? De gevangenis moet geen plek zijn om een betere boef te worden. En we moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat mensen er slechter uitkomen dan dat ze erin zijn gegaan. Dus dan moet je recidieven bestrijden en slachtoffers voorkomen. Dat is volgens mij ook de slagzin die mijn collega Van Nispen iedere keer gebruikt. Welke maatregelen neemt de minister nou om hierop in te zetten? Om te voorkomen dat mensen na detentie opnieuw in de fout gaan? En wat kan hij op dat vlak nog meer doen? En wordt het ook niet eens tijd, en dan trek ik maar weer de parallel naar die andere sectoren, om de werknemers in het gevangeniswezen veel beter te gaan waarderen, belonen, maar ook als het gaat om arbeidsvoorwaarden. De financiële problemen zijn groot, de celcapaciteit is bevroren en er zit een rem op het opleidingsbudget. En de vraag van de SP is waarom dat zo is. Hoe helpt dit nou om Nederland veiliger te maken? En hoe helpt dit ook om de sector aantrekkelijk te houden en te maken om er te gaan werken? En als door tekorten meer personeelscellen worden ingevoerd, dan dreigt de werkdruk uiteraard verder op te lopen. En mijn vraag is wat de minister doet om te voorkomen dat als gevolg hiervan medewerkers de sector gaan verlaten.
Ik geloof dat de ChristenUnie ook wel naar vroeg graag horen wij ook de stand van zaken naar de vrijwilligersorganisatie, Bonjo, de belangenorganisatie voor ex-gedetineerden. Die mag van een Kamermeerderheid niet wegbezuinigd worden. En onze vraag is, de vraag van de SP is, waar blijft die structurele oplossing nou? Hoe gaat de minister dat inrichten? Hoe gaat hij dat oplossen? Dan nog TBS. En veel mensen denken bij die drie letters natuurlijk aan ophef en verontwaardiging. Maar tegelijk, en ik vond dat de heer Eertmans het eigenlijk ook heel goed zei, is het ook een heel nuttig en bruikbaar systeem om recidieven te voorkomen en uiteindelijk dus de samenleving veiliger te maken. En natuurlijk is het verschrikkelijk dat het vaak misgaat, soms misgaat. En moet altijd gekeken worden hoe hiervan geleerd kan worden. Tegelijk zien we ook dat ook hier een groot tekort is aan plekken en aan personeel. En de heer Van der Wolf, hoogleraar forensisch psychiatrie in Leiden, heeft in het rondetafelgesprek nog gezegd dat ook die bezuinigingen die er in 2012-13 zijn geweest toch achteraf een behoorlijke fout zijn geweest. En ik wil van de minister graag weten, hoe kijkt hij daar nou op terug? Was het nou wel zo verstandig om in de jaren daarna klinieken te sluiten? En moet je ook niet vaststellen dat als je nu ziet dat er capaciteit tekort is, ja, dat het dan misschien wel een logisch moment is ook om weer klinieken opnieuw te openen, als dat nog mogelijk is. Wil de minister daarnaar kijken en hoe ziet hij dan de mogelijkheden? En kan hij ook aangeven hoe de nazorg voor medewerkers verbeterd gaat worden? Ik denk dat iedereen geschrokken is van het verhaal, ook vorige week weer, van mevrouw Tieks. Die mogelijk een vorm van PTSS heeft opgelopen naar wat ze op haar werk heeft meegemaakt. En die zich ook natuurlijk absoluut niet goed behandeld voelt door de manier waarop het is afgehandeld door de werkgever. En ik wil de minister vragen hoe hij daarnaar kijkt en hoe die nazorg ook voor medewerkers verbeterd gaat worden. Dan wil ik het tot slot nog hebben over de financiering. Ik las ook in de brief van de minister dat hij eigenlijk zegt dat door de manier waarop de kliniek op dit moment gefinancierd worden, het uitbreiden van de capaciteit extra moeilijk is. Dat heeft dus te maken met die prestatiebekostiging. Een lege plek wordt eigenlijk meteen afgestraft. Daar krijg je geen geld voor en ook geen inkomsten. En wat gebeurt er dan? Dat zie je op al die andere plekken in de zorg ook, dat er gestuurd wordt op een minimale aanbod van plekken. Dus als je meer plekken wil, dan moet je ook in die financiering wat gaan doen. En wil de minister nou eens kijken naar een vorm van beschikbaarheidsfinanciering, zodat je ook langjarig zekerheid kan inbouwen voor de aanbieders, zodat zij ook meer plekken kunnen inrichten. Ook als dat soms misschien betekent dat een paar plekken niet bezet zijn. Dank u wel. Dank, voorzitter. Dank ik denk, ik praat gewoon door, net zolang tot u mij afkomt. Ik probeer u heel indringend aan te kijken, maar u bent slim. Dat heb ik, dus u keek mij natuurlijk niet aan. De heer Van der Staaij spreekt namens de SGP en nu het woord. Bedankt voor alle tips om de spreektijd te verlengen. Maar voorzitter, 2 weken geleden bezocht ik de TBS-kliniek De Royse Wissel in Venray, samen met toenmalige collega Klops van het CDA. En ik wil ook graag van de gelegenheid gebruik maken om dat besefje weer eens even door zo'n bezoek, om waardering uit te spreken voor het personeel, ook van die TBS-klinieken, alle inzet die daar wordt gepleegd. En dat geldt natuurlijk ook voor de andere voor de justitiële inrichtingen, voor de gevangenissen. Werk wat ontzettend belangrijk is als het gaat om de veiligheid van Nederland. Het is ook aan ons als Kamer om te leren van incidenten. En wij trekken ook aan de bel als er dingen misgaan. En hoe kan dat met die beveiligingen? En elke ontsnapping is ook natuurlijk een drama. En begrijpelijk dat daar ook veel aandacht voor is. Maar laat niet elk incident, zeg ik ook tegen mezelf, tegen onszelf, tot een systeemdiscussie leiden. Want die voeren we van tijd tot tijd, ook rond TBS. En dan is het ook goed om tegelijkertijd, en de heer Eertmans vestigt daar ook de nadruk op, vroeg er ook de aandacht voor, laat ook wel zien wat er goed gaat en wat wel degelijk een positieve bijdrage is. Ook voor het maatschappelijk draagvlak, want anders denken mensen dat daar alleen maar dingen misgaan en dat het waanzinnig idee is om dat te doen. Terwijl er ook gewoon veel goede verhalen te vertellen zijn over wat daar gebeurt. En dat wilde ik hier in ieder geval ook vandaag graag gezegd hebben. Het gesprek met ervaringsdeskundigen en TBS-gestelden is ook altijd wel heel erg indrukwekkend en nuttig. Het viel mij op in de verhalen, dat ook terugblikkend op de gevangenissen, hoe makkelijk het was om aan drugs te komen. En ik weet dat dat ook een herhaalpunt is, ook in deze commissie, maar ik wil toch nog even, ook naar aanleiding van deze signalen, weer aan de minister vragen, wat wordt er nu precies gedaan aan het intensievere toezicht daarop om dat te voorkomen? Want het is natuurlijk ook een hele slechte uitwerking. Dat hoeft hier verder geen betoog. Voorzitter, ook naar aanleiding van de inbreng in het TBS onder tafelgesprek, en wil ik nog aandacht vragen voor het pleidooi om
een eigen bijdrage voor TBS-patiënten opnieuw in te voeren. TBS-gestelde, dat is ooit afgeschaft bij de inwerkingtraining Wet Forensische Zorg. Daardoor zijn er patiënten die gedurende de behandeling over volledig uitkering of salaris beschikken, zonder dat ze een bijdrage leveren aan kosten en inwoning. Geen goede zaak. Dus ik begreep dat daar plannen voor waren, maar hoe staat het daarmee om die eigen bijdrage juist wel weer mogelijk te maken? Capaciteit is een groot probleem. TBS-collega's haalden dat al aan. Mijn vraag is, het ligt natuurlijk voor een belangrijk deel ook bij de minister voor Langdurige Zorg en Sport, als het gaat om echt die hele inzet, capaciteit van de geestelijke gezondheidszorg. Maar of ook deze minister, die vanuit het belang ook van zeg maar, TBS-klinieken, dat er nu eigenlijk te veel zeg maar, mensen binnenkomen die er eigenlijk niet thuis horen. En aan de andere kant mensen te lang daar weer blijven zitten, omdat ze eigenlijk geen plek is. Dus het is wel een hele belangrijke samenhang. Dus of hij ook zeg maar, met de collega ook hier indringend naar oplossingen wil kijken en druk op die ketel wil houden, ook vanuit dit belang. Voorzitter, dan over de Fokkensregeling had ik al even een gesprekje met collega Eertmans. Voor mijn fractie is dus de zoektocht om de mogelijkheden zijn. En ik ben ook benieuwd naar de reactie van de minister om juist vast te houden aan die vergeldingscomponent van straffen. Dus geen softe regime qua verlof en dergelijke. Maar tegelijkertijd wel eerder de behandeling starten. Ik ben wel benieuwd of daar toch niet meer mogelijkheden zijn. Juist ook als het gaat om uiteindelijk het voorkomen van recidieven en de veiligheid van de Nederlandse samenleving dan nu gebeurt. Levenslang gestraft is ook nog een brief over. Mag ik het kort samenvatten, ook met een blikje op mijn klok? Gaan we niet een beetje de kant op dat we zeggen, met allerlei goede redenen, er moet eigenlijk steeds vroeger gewerkt worden aan reïntegratie. Er zijn steeds nieuwe argumenten voor aan te voeren. En dan zeggen we straks, ja, er is nu zo goed gewerkt aan reïntegratie. Je kan toch niet maken om nu niet tot gratie te komen. Dus welke kant gaat het op? Dat is het politieke ongemak wat mijn fractie daarbij voelt. Ik heb geen tijd meer voor de vrijwilligersorganisaties, dus ik kan me daar graag aansluiten bij wat collega Seede daar al welsprekend onder heeft verwoord. Dank u wel. Dank u wel. Heeft het woord aan de heer Sneller. Hij spreekt namens D66. Dank, voorzitter. En ik sluit me allereerst graag aan bij de woorden van waardering van die de eerdere collega's hebben uitgesproken richting de medewerkers. Ik denk, ik was in Veenhuizen volgens mij op dezelfde dag dat jullie bij de Royse Wissel waren. Maar ook het TBS rondetafelgesprek dat we hadden, niet naar aanleiding van een incident, maar gewoon om eens ons te laten informeren. Ik denk dat dat heel nuttig is. Dus ook de woorden daarover van collega Van der Staaij deel ik volledig. Voorzitter, de beperkt beveiligde afdelingen. De minister heeft in het najaar toegezegd om te kijken hoe we die leegstand daar structureel beter kunnen gaan benutten. En bij dat werkbezoek bleek dat dat in ieder geval nog niet helemaal is gelukt. Dus ik hoor graag hoe het daarmee staat. Want het is natuurlijk zeker gezien de tekorten zonde als dat leeg staat. Dan een aantal initiatieven die erop gericht zijn om uiteindelijk de samenleving veiliger te maken door de recidieven te verminderen en de reïntegratie te bevorderen. Zo is daar bijvoorbeeld ook in Veenhuizen het project gezinsbenaderingen. 25.000 kinderen per jaar hebben een ouder, vaak de vader, binnen de muren zitten. En door dat contact te bevorderen kan je de recidieven verminderen. Maar het zijn nu vaak nog losse projecten. Ze winnen daar weliswaar Europese prijzen mee. Maar krijgt dat nou ook navolging en is daar ook een meer serieuze evaluatie van het kabinet voorzien? Hetzelfde geldt voor beeldbellen, voorzitter. Die motie is aangenomen. Ik vraag me af hoe het staat met de uitvoering daarvan. Nou wordt e-mates, de berichtenservice, definitief stopgezet. Toch best wel schrijnend in de gevolgen voor zeg maar de 90% van de gedetineerden die daardoor niet meer te lijken te kunnen communiceren. Wat wordt er voor hen geregeld? Maar ook best schokkend als je ziet wat daar even tussen neuzen in een kort briefje wordt geconstateerd over hoe slecht dat destijds geregeld is en hoe we daar eigenlijk gewoon ingerold zijn zonder daar dat er tussentijds sinds 2014 echt nog een keer goed bij stil is gestaan. Dan, voorzitter, is er ook een project in het noorden geweest om de gemeente meer een regierol te geven bij het opstellen van een plan voor gedetineerden op het moment dat ze de gevangenis ingaan om detentieschade te voorkomen. Een beetje een abstracte term, maar dat gaat erom hoe zorg je er nou voor dat mensen uiteindelijk weer goed die samenleving ingaan. En uit dat onderzoek, dat is geëvalueerd door de Rijksuniversiteit Groningen, blijkt dat het gewoon effectiever is om de recidieven te verminderen als je de gemeente ook daar explicieter een rol geeft om die gedetineerden die in hun gemeente terug gaat komen vervolgens te reïntegreren. En mijn vraag is aan de minister, binnen het bestuurlijk akkoord dat er ook is met VNG, gaat hij dit verder uitrollen of wat zijn hier de plannen om dit verder te brengen?
Dan hebben we een aantal aankondigingen gekregen voor de invoeringstoets van de wet straffen en beschermen. En tegelijkertijd moeten we volgens mij niet wachten tot we die hebben om een aantal van die knelpunten ook aan te pakken. Dus hoe staat het hiermee en de knelpuntenbrief van DJI die is toegezegd en een aantal van de hardvochtigheden die we al gezien hebben. Er lopen verschillende trajecten die volgens mij hetzelfde doel hebben. Maar wat gaan we daar nou daadwerkelijk ook krijgen van deze minister? Dan de combinatievonnissen. De Fokkensregeling is maar één van de varianten natuurlijk die er is geopperd om aan de onderliggende problematiek iets te doen. Maar de beeldspraak van TBS Nederland, dat je iemand met een longprobleem ook niet eerst jarenlang vraagt om in een rokersruimte te verblijven voordat je overgaat tot een operatie, vond ik wel treffend. En volgens mij is de gezamenlijke zoektocht wel, hoe kan je nou wel die vergelding er deels in hebben, maar als het 18 jaar wordt, dan is het misschien wel contraproductief. Dus waar zit nou de balans voor deze minister en wat kan hij daaraan doen? En tenslotte, voorzitter, de EBI-maatregelen. Er worden er een aantal aangekondigd voor een wetswijziging en tegelijkertijd andere suggesties die zijn gepasseerd in het verleden van een gesloten balie voor de EBI of de regels aanscherpen voor het bijstaan van familieleden of het Openbaar Ministerie meer mogelijkheden geven om in te grijpen. Die zijn voor mij nog niet afgewogen, maar wel al afgewezen. Dus ik vraag me af hoe dat nou zich verhoudt tot de voorstellen die al wel in de wet gaan komen. Dank u wel. Vraag van de heer Ceder. Ja, de heer Ceder. Ja, voorzitter, ik had verwacht dat de heer Sneller het ook zou hebben over de maatregelen waar ik het over heb gehad. Waarbij jongeren ook in de reguliere PI-regime geplaatst worden. Maar daar heeft hij niet iets over gehad, misschien door tijdgebrek, maar misschien ook door stilzwijgende instemming met de maatregelen die voorgelegd zijn. U heeft mij gehoord, ook de bezwaren die ik daartegen heb, niet alleen voor de jeugdige zelf, maar ook voor de maatschappij. Ik ken ook D60 als een partij op dit onderwerp ook echt wel kijkt naar wat in het belang is van jongeren en maatschappij. Ik vraag me af hoe de heer Sneller naar dit vraagstuk kijkt en welke weging hij maakt op dit punt. Ik heb er in eerste instantie niks over gezegd, omdat dat voornamelijk bij het commissiedebat Justitiële Jeugd zometeen uitgebreid ook door mijn collega Raammakers zal worden bediscussieerd en dat het daar volgens mij ook het beste past. Kijk, die jongeren waar de heer Ceder het over heeft, die zijn wel boven de 18. Dus even voor de beeldvorming. En tegelijkertijd hebben wij natuurlijk ook het ongemak, maar dat is ook waarom met de voorgestelde maatregelen. En dat is ook waarom ik de vraag aan de heer Ceder heb gesteld. Wat is het alternatief? En uiteindelijk gaf hij een duidelijk antwoord. Niets doen. En dat is uiteindelijk, daar hoor ik graag ook van de minister zijn reactie op. Of dat nou wat de gevolgen daarvan zijn. Want dat klinkt soms aantrekkelijk, maar kan erger zijn voor de praktijk. En dat hoor ik graag nog van de minister. Volgvraag van de heer Steen. Ja, voorzitter, ik heb aangegeven dat op dit specifiek punt, hè, er is een heel palet van punten aangegeven. Op een aantal ben ik niet ingegaan. Nou, dat is wat mij betreft ook stilzwijgend in. Ik ben ingegaan op de 77-urennorm. En op dit specifiek punt heb ik inderdaad aangegeven dat als je de belangen afweegt, maar ook hoe ik het krachtenveld vraagt wat zij daarvan vinden, dat eigenlijk niemand dit een goed voorstel vindt. En ik snap dat de vraag hoe de minister dit weegt, dat een vraag is van de D66. Maar ik ben ook nu naar het standpunt van D66 hierin. Of die belangenweging voor hen dusdanig uitpakt of uitvalt, dat dit voor hen een te rechtvaardige maatregel is. Dus ik ben ook wel benieuwd naar het standpunt van D66 op dit punt. De heer Sneller. Tweeledig. Eén, daarvoor is het nog te vroeg. Dat heb ik volgens mij zojuist ook gezegd. En twee, kijk, de meneer Ceder zei het zelf ook. Ik kan niet concreet de gevolgen overzien van de alternatieven, zoals bijvoorbeeld niets doen, wat dan de gevolgen zijn. En die heb je dan wel concreet in beeld nodig om vervolgens te kunnen zeggen, wat doen we wel, wat doen we niet. En zoals de heer Ceder ook zegt, de belangen kunnen zeggen, dat moet je niet doen. Alleen zoek naar alternatieven als een soort magische doos. En dan komt er opeens een alternatief wat heel aantrekkelijk is. Ja, dat bestaat ook niet. Dus daar is het wel even voor mij ook zoeken wat we daar dan vervolgens wel gaan doen. De heer Sneller, ook de heer Elian heeft een vraag voor u op dit punt. De heer Elian? Dank, voorzitter. Op het einde van het betoog van de heer Sneller ging het over de advocaten. Nu is het bekend dat de fractie van de heer Sneller, zoals hij net zegt, het liefst andere voorstellen zou zien dan die de minister nu doet, overigens voor een deel ook geïnitieerd door mij. Maar wat ik me nu zo afvraag, hè, want wat de heer Sneller zegt,
Dat hoor ik ook advocaten in de media zeggen, of laat ik zo zeggen, een tweetal. Maar waarom gaat de heer Sneller ervan uit dat de zaak bijvoorbeeld van Youssef Tachi, dat een op zichzelf staand voorbeeld is? Want dat proef ik een beetje in het betoog van de heer Sneller. Van, ja, het is één bijzonder geval, hè. Dat komt door de verwijzing naar familieleden. Maar wie zegt dat er niet meer rotte appels zijn? En wat wil de heer Sneller daar dan aan doen? In plaats van te zeggen, ja, er moet een gesloten balie komen. Ja, dan zitten die rotte appels daar nog steeds in. Ik mis een beetje het gevoel van urgentie, zonder dat ik de hele beroepsgroep wil wegzetten. Maar wat is er mis met de richting die de minister opgaat? Overigens gesteund door een meerderheid van de Kamer. Heer Sneller? Die familieleden was inderdaad naar aanleiding van de zaak van Youssef Tachi. Maar de gesloten balie is natuurlijk een generieke maatregel die vervolgens voor iedereen zou gelden. Evenals de andere optie, namelijk om het Openbaar Ministerie meer mogelijkheden te geven. En de informatieuitwisseling tussen de verschillende betrokkenen te verbeteren. Is allemaal generieke maatregelen die niet op een casus zien. Dus wat dat betreft zie ik wel degelijk dat je dit breder moet aanpakken. En dat het ook breder een probleem zou kunnen zijn. En is. Dus vervolgens is het, hoe effectief is de maatregel? Kijk, als Youssef Tachi een van de twee geprivilegeerde advocaten was, wat had je dan extra gewonnen? Als de verdachte daarvoor had gekozen om hem tot een van de twee te maken. Terwijl als je het OM een stevigere mogelijkheid geeft, dan had je hem misschien wel gepakt. Dus het gaat mij ook om de doeltreffendheid van de voorgestelde maatregelen vervolgens. En dan zeg ik niet, deze kan helemaal niet. Dan zeg ik, waarom zijn die anderen nou afgewezen, terwijl... Nou, ik best wel goede redeneringen hoor en zou kunnen verdedigen, dat die eigenlijk effectiever zijn dan sommige andere die we wel treffen. We gaan luisteren naar, dank u wel, de heer Sneller. We gaan luisteren naar het betoog van mevrouw Kuik. Zij spreekt namens het CDA. Ja, voorzitter, dank. En wat het CDA betreft moet tegenover een georganiseerde misdaad ook een georganiseerde overheid staan. En daar hoort een effectief en goed in functionerend stelsel bij. En ik zou willen beginnen met het systeem van het TBS. Dat maakt onze samenleving veiliger. En als directeuren van klinieken zeggen er is wederkerigheid nodig, dan hebben ze natuurlijk een terecht punt. Als iemand is uitbehandeld, dan moet er ook weer een plek voor iemand zijn. En nou ja, we zien dat daar nu druk op staat. Er zit ook een bepaalde spanning. En ik wil van de minister weten of hij dit ook herkent. Dat er in ieder geval dat wij signalen krijgen dat niet in alle klinieken alle incidenten worden gerapporteerd. Ook uit angst voor een afrekencultuur, politieke ophefcultuur. Maar is hij het met het CDA eens dat het juist ook voor de beoordeling of iemand met verlof kan, het heel belangrijk is om een goed overzicht te hebben van de incidenten die er zijn geweest. Of het gebrek daaraan natuurlijk. Dat zou de basis moeten zijn. En hoe wil hij die basis op orde krijgen? Maar voorzitter, ja, werken in de forensische zorg is natuurlijk bijzonder en specialistisch werk. En we zien een personeelstekort. En daarmee zit ook druk op veiligheid voor medewerkers. En de doorstroom van zorg staat zelf onder druk. Ik wil straks nog even specifiek stilstaan bij de jeugdinrichtingen. Maar de vraag is hier, wat wordt hier nou de inzet van de minister om die bezetting op orde te krijgen? Wordt er gekeken naar specialistische opleiding waar echt meer mensen worden getraind voor dit specifieke werk? Het CDA ziet in ieder geval een deel van de verlichting. Het is een klein deel, maar wel iets wat volgens mij kan helpen. Door de inzet van technologie. En bodyscans, het is door mevrouw Moedler ook al genoemd, het is door directeuren genoemd, kan een goed hulpmiddel zijn. Hoe kijkt de minister daarna en is hij met het CDA eens dat dat kan bijdragen aan de veiligheid en de verlichting van druk voor het personeel? Het CDA is voorstander voor het invoeren van eigen bijdrage van TBS-patiënten. Het is toch gek dat ze geen eigen bijdrage hoeven te leveren aan kosten en inwoning. Terwijl de samenleving natuurlijk ook betaalt voor de behandeling uiteindelijk. Ik vraag aan de minister wanneer deze maatregel kan worden ingevoerd. Voorzitter, dan wil ik naar het volgende blok, namelijk de gevangenissen en de zwaar bewaakte daarin. En allereerst mooi dat een zittingszaal komt in de PI Vught. Mijn collega van Torenburg, maar ook collega Van Nispen hebben hier eerder voor gepleit via motie. En mooi dat dat gerealiseerd wordt, want we willen niet dat er gesleept wordt met zware criminelen.
Een punt wat we vaak in de media zien en waar, wat ons echt zorgen baart, is dat criminelen hun criminele business voort blijven zetten in die gevangenissen. Ondermijning, intimidatie, liquidaties. En we komen nu eigenlijk vaak door het werk van slimme journalisten erachter wat voor plannen er allemaal beraamd worden. Gelukkig ook, wordt er ook heel veel voorkomen, maar hoe kunnen we nou nog meer voorkomen dat we ons laten verrassen en zorgen dat we een stap voor zijn? Het lijkt nu vaak alsof criminelen met 3-0 voorstaan en wij met 3-0 achter. Hoe kunnen we dat nou omdraaien? Hebben wij in Nederland een soort prison break team er tegenover staan? Een team wat denkt als criminelen en voorlopen op nou ja, die slimmigheden die ze proberen te bedenken om lekken in systemen te signaleren. Dus kan de minister daarop ingaan? Hebben we dat? Dat we voor blijven lopen op die criminelen op dat punt? Wilt u afronden? Voorzitter, dan Oké, dan rond ik eerst af. Dan over de justitiële jeugdinrichtingen. Waar staan we nu? Kan de minister het lange termijn perspectief schetsen en de ISD-maatregel inrichting stelselmatige daders? Dat is nu maximaal 2 jaar. Professionals vinden die tekort voor een adequate langdurige aanpak. Hoe kijkt de minister naar? Zouden we dat niet langer moeten doen? Dank u wel. Mevrouw Kuik, even de vraag van de heer Ellian. Dank, voorzitter. Met collega Knops kon ik heel goed samenwerken als het gaat om het tegengaan van het voortgezet crimineel handelen. Ik hoop dat ik dat met mevrouw Kuik ook kan. Haar vragen. Ik denk het wel. Prison Break team. Dit deed me een klein beetje twijfelen, maar de minister zal daar vast iets over zeggen. Zo. Maar ik ben wel wat verbaasd door de euforie over de zittingszaal. Want die zittingszaal die daar komt, ik ben ook blij voor Vught. En ik vind ook dat die transporten zo snel mogelijk moeten stoppen. En dat roep ik nu ook al pas 2 jaar. Maar waarom denkt mevrouw Kuik dat een zittingszaal waar alleen pro forma of raadkamerzittingen met 1 of 2 verdachten, wat gaat dat helpen als je in grote zaken, Marengo, Passage, Eris, kijk naar de aanhoudingen die nu gedaan worden. Wat lost die zittingszaal dan op? Dan moeten die gedetineerden nog steeds ergens anders naartoe. Dus is mevrouw Kuik het met me eens? Of we gaan een grote bouwen, of we nemen het Italiaanse uitgangspunt zoveel mogelijk via videoverbinding. Mevrouw Kuik? Ja, voorzitter. En dit is natuurlijk een eerste stap. Dus de eerste stap die nu wordt gezet, daar mag je ook wel een minister voor bedanken. Dus dat doe ik in deze. Maar het is een beginpunt. Daar heeft de heer Ellian een punt. En we zien natuurlijk ook dat we nu weer vertraging hebben als het gaat om de justitieel complex Vlissingen. Daar balen wij van. We vinden ook dat eigenlijk gek is dat het zo lang duurt. Ik zou een tussenoplossing daarvoor willen zien. Dus die vraag ik dan ook direct aan de minister. Maar ik ben het eens met de heer Ellian. Dit is slechts de eerste stap. En we moeten voorkomen dat we gaan slepen met zware criminelen. Daarom hebben we juist ook gepleit voor een rechtszaal, een zittingszaal bij die EBI's. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de eerste termijn van de zijde van de Kamer. Ik kijk even naar de minister, want die moet zich natuurlijk even 10 minuten voorbereiden. Voorzitter, alleen al wandelen naar de vergaderzaal waar ik ben voorbereid op beantwoording van de vragen is 5 minuten heen, 5 minuten terug. Omdat ik zit in D82 voor de liefhebbers. Dus dat is echt aan de andere kant zullen van dit gebouw. Zullen u met rust laten? Dus als u mij 30 minuten geeft, zou ik dat bijzonder op prijs stellen. Oké, we gaan strak 11:30 beginnen aan de eerste termijn zijde van het kabinet. Ik schors deze vergadering. Dankjewel. Ik wil het zo graag afronden wel. Dus je hebt echt maar.
Ik heropen het commissiedebat met de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid. We spreken vandaag over het gevangeniswezen en TBS. En we gaan luisteren naar de antwoorden aan de zijde van het kabinet. Ik geef het woord aan minister Weerwind, minister voor Rechtsbescherming. Voorzitter, dank u wel. En laat ik vooropstellen, dank aan alle commissieleden die zich hebben uitgesproken voor de complimenten en de waardering voor de functionarissen die werken in het gevangeniswezen en in de TBS-instellingen. Net als u, velen van u, bezoek ik ook vaak gevangenissen, penitentiaire inrichtingen, maar ook TBS-instellingen. En in mijn beantwoording zult u ook vernemen van mij dat ik mij ook zorgen maak. Zorgen over de situatie zoals die is, maar dan komen we niet mee. We zijn bestuurders, dus we zullen ook moeten kijken van welke oplossingen kunnen we geven. Niet alleen met een korte termijnblik, maar ook juist met een lange termijnblik. Parallellen die de heer Heijing terecht zag met een ander onderdeel in mijn portefeuille, ook niet een licht onderdeel, u sprak over de jeugdbescherming, die zie ik ook. En juist daarin probeer ik de verbeterde lessen die ik zie in de jeugdbescherming ook toe te passen waar ik kan op andere onderdelen van mijn portefeuille. En dat geldt ook ten aanzien van TBS en het gevangeniswezen. Voorzitter, we spreken over de justitiële jeugdinrichtingen. Forensische zorg en het gevangeniswezen. Het zijn belangrijke onderwerpen, het zijn complexe onderwerpen. En ze hebben onze aandacht. Om het werk in deze sectoren te blijven doen en stappen vooruit te kunnen zetten, ja, ik heb grote waardering voor hen. Die zich dag in, dag uit inzetten voor de veiligheid van de Nederlandse samenleving. En dit terwijl er grote vraagstukken spelen. Genoemd is in dit debat de georganiseerde criminaliteit in detentie. En tegenover die georganiseerde criminaliteit een georganiseerde overheid. Ik herhaal de woorden van mevrouw Kuik, volstrekt mee eens. En dan heb ik te maken met capaciteitsdruk. Capaciteitsdruk bij de forensische zorg- en jeugdinstellingen. Ik vind het goed dat we het hier vandaag dan ook over spreken. Ik heb de zaken ingedeeld op een drietal onderwerpen. Ik zal nadrukkelijk ingaan op de justitiële jeugdinrichtingen, gelet op de vragen die daarover gesteld zijn. Ik zal ingaan op de forensische zorg en als laatste zal ik nadrukkelijk ingaan op het gevangeniswezen. Voorzitter, over de JJI's. Kijkend daarna. Ze staan al langer onder druk. Dat is geen nieuws. Dat is eind 2021 immers door mijn voorganger heeft hij al diverse maatregelen ingezet. Ik noem bijvoorbeeld een derde groepsleider op elke leefgroep. Niet alleen van belang voor het personeel binnen JEI's, maar ook voor de jeugdigen en de jongvolwassenen die daar zitten. We moeten helaas constateren en concluderen dat ze vooralsnog deze maatregelen onvoldoende effect sorteren. Het blijft moeilijk om personeel te werven. Dat is een werkelijkheid in verschillende sectoren in de Nederlandse samenleving, maar ook juist bij de JEI's constateer ik dat. En de problemen die door de inspectie gesignaleerd worden, zoals de inzet van een verkort dagprogramma, hangen daarmee samen. Krapte op de arbeidsmarkt raakt juist de justitiële jeugdinrichtingen. En veel mensen solliciteren om in de JEI's te werken. Op zichzelf mooi. Maar ik wijs erop, het werk is zwaar. En het vraagt een strenge, rechtvaardige selectieprocedure. Een deel van hen wordt dan ook niet aangenomen. Ik kijk naar de kwaliteit van het personeel. Ik geef daar niet op toe. Een vraag van mevrouw Kuik. Ik zou de leden willen voorstellen om ons te beperken toch tot twee vragen. Want ik wil graag het debat voor 1 uur afronden. Als dat enigszins kan, graag. Mevrouw Kuik. Ja, voorzitter, ik snap heel goed dat de minister aangeeft, het is specialistisch werk. Je moet wel een bepaalde kunde in je hebben. Maar wat nou als er mensen zijn die zeggen, ik wil dit werk wel doen. Maar ik ben nog niet geschoold genoeg. Wordt er ook gekeken naar die mensen die dus wel de wil hebben om ze bij te scholen, om te scholen, zodat ze wel geschikt zijn voor deze sector? Want we hebben ze wel nodig. Deel uw opvatting. We hebben ze nodig. Maar tegelijkertijd wil ik ook dat ze de jeugd- en justitiabelen die in de JEI zitten heel goed kunnen verzorgen, verplegen en het juiste antwoord kunnen geven. Daarom moet je ze kunnen scholen. En daarom die zorgvuldigheid. Maar de arbeidsmarkt is zo krap. Mijn menskracht is heel beperkt. Dus ik zoek naar alle oplossingen. Ik geef daar ook alle ruimte in. Maar ik ga niet over de nacht thuis. Dank u wel. Ja, mag ik u ook vragen via de voorzitter te spreken? Excuus. Ja, dank u wel. Ja. U vervolgt uw betoog. Laat ik even een paar maatregelen noemen die ik genomen heb. Een stevige maatregel. Ik heb bijvoorbeeld gesteld dat de justitiële jeugdinrichting Horsterveen langer open blijft. We zitten dan in Brabant met Horsterveen. En mijn ambtsvoorganger heeft eerder besloten dat extra gebouwelijke capaciteit noodzakelijk was.
En daarom wordt Teylingereind uitgebreid. En tot deze uitbreiding afgerond is, is Horsterveen in gebruik genomen. En voor de uitbreiding van Teylingereind moet extra personeel geworven worden. En door de krapte op de arbeidsmarkt is hier meer tijd voor nodig dan verwacht. En daarom verwacht ik dat Horsterveen tot eind 2024 open moet blijven. Dat is één. Twee. Ten tweede voer ik per april, indien nodig, een alternatief dagprogramma in. En het verschil met de huidige dagprogramma is dat een deel van de activiteiten dan op de Kamer wordt aangeboden. En het alternatieve dagprogramma kan met minder personeel worden gedraaid. En daardoor zorg ik ervoor dat er op elke leefgroep 3 groepsleider wordt ingezet. Laat ik helder zijn. We hebben het over een fundamentele wijziging die impact heeft op de jongeren in de justitiële jeugdinrichtingen. En de aanpassing van het dagprogramma is daarom tijdelijk. Wat is tijdelijk, zult u mij vragen. Zolang ik in de problemen zit met mijn menskracht. Het duurt zo lang als nodig is om de kwaliteit in de JEI's te waarborgen. Dames, mevrouw de voorzitter, ik werk momenteel aan een voorstel om de beginselenwet justitiële jeugdinrichting aan te passen, waarmee ik deze noodmaatregel een juridische basis wil geven. Ik wil dan ook werken en ik maak het dan ook mogelijk dat er individueel maatwerk kan worden geboden in het dagprogramma. En het huidige dagprogramma is mede door de veranderende doelgroep, is complexer geworden, namelijk niet voor elke jongere even passend. Derde maatregel. Velen van u hebben daar ook naar verwezen. En laat ik vooropstellen, dit was voor mij een zeer zwaar en moeilijk dilemma en een probleem. De komende tijd zal het vaker voorkomen dat jongvolwassenen met een preventieve hechtenis in plaats van in een justitiële jeugdinrichting, in een huis van bewaring worden geplaatst. En wanneer de druk op de capaciteit in de JEI's te hoog is, kunnen jongvolwassenen verdachten, en mevrouw de voorzitter, het Kamerlid Sneller wees daar ook op, we hebben het echt over 18-plussers, in een huis van bewaring worden geplaatst. En hiervoor bestaat een wettelijke grondslag in de penitentiaire beginselenwet. Nogmaals, we hebben het over 18-plussers. Toch één punt, want u heeft een brief van mij gekregen en die brief is niet correct, hebben wij geconstateerd in een voetnoot. Kijk, het dagprogramma in een penitentiaire inrichting kan bestaan uit een basis- of een plusregime. En het basisregime kent het dagprogramma van 42,5 uur. Het plusregime, wat iemand kan verdienen, van 59 uur. In een huis van bewaring is sprake van een basisregime met 42,5 uur programma. In voetnoot 13 van mijn brief van 2 februari is per abuis het plusregime van 59 uur vermeld. Ik noem dit nadrukkelijk. En het dagprogramma, waar moet u dan aan denken? Dan praat je over luchten, je hebt het over bezoek, je hebt het over persoonlijke verzorging, recreatie, sport, geestelijke verzorging, etc. Mevrouw de voorzitter, de druk op de capaciteit van de JEI's is hoog. Dat weten we. En ik heb deze maatregel die ik genomen heb ook met het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor de Kinderbescherming besproken. Zij zijn kritisch. En tegelijkertijd begrijpen ze ook dat ingrijpen noodzakelijk is. Als ik deze maatregel niet inzet, kunnen sommige jongvolwassenen namelijk niet meer strafrechtelijk geplaatst worden. Het opleggen van een voorlopige hechtenis is aan de rechter. En de rechter denkt daar heel goed over na. In het jeugdstrafrecht geldt immers het schorsen tenzij principe. En om de negatieve gevolgen voor deze jongvolwassenen tot een minimum te beperken, hanteer ik een aantal randvoorwaarden die ik in mijn brief van vorige week donderdag ook uiteen heb gezet. Ik zeg het nogmaals. Ik neem deze maatregelen met een zwaar gemoed. Maar als ik deze moeilijke besluiten uit de weg ga, blijft de druk op het personeel te hoog en blijft de kwaliteit van het verblijf en de behandeling voor alle jongeren die in een JEI verblijven in het geding. Daarnaast zie ik dat de druk op de capaciteit de afgelopen maanden is toegenomen. Ik verwacht dan ook dat dit de komende jaren verder zal stijgen. In juni informeer ik uw Kamer over de voortgang van deze maatregelen. En dan heb ik nieuwe capaciteitsramingen en kan ik dat ook aantonen. Dan ziet u de feiten en dan kunt u ook zelf de conclusies trekken. Voorzitter, ik ga in op de verschillende vragen die mij gesteld zijn. Ja. Ik start met de vraag van mevrouw Mutle, de heer Zeder en mevrouw Kuik. Dat was een vraag over de begeleiding in de JEI's, hoe lang de situatie gaat duren en de kritiek van de ketenpartners. Laat ik eerst ingaan op de begeleiding in de JEI's. Ik heb net aangegeven hoe de rechter komt tot het besluit tot het opleggen van een preventieve hechtenis, jeugddetentie of een pijnmaatregel. En plaatsing in een jeugdinrichting, pijnmaatregel. Begeleiding en behandeling staan in de justitiële jeugdinrichting voorop. En ik neem, en het Kamerlid Zeder sprak ook over de pedagogische kant die met name aan de jeugdstrafrecht zo centraal staat, deel ik met hem. Kijk, ik neem deze maatregel om de kwaliteit van de behandeling en het verblijf in de JEI's op orde te brengen. En ik ben het ermee eens dat een goede behandeling en begeleiding van jongeren noodzakelijk is voor een goede terugkeer naar onze samenleving. Ik heb dan ook randvoorwaarden gesteld. Alleen preventief gehechte jongvolwassenen
worden in een huis van bewaring gesteld. Zodra de preventieve hechtenis wordt omgezet... Ik kan doorspreken, ja? Zodra de preventieve hechtenis wordt omgezet in een jeugddetentie of bijmaatregel... worden jongvolwassenen overgeplaatst naar een JEI. Daar krijgen ze vervolgens de juiste behandeling. En waar mogelijk worden jongvolwassenen in een huis van bewaring samengeplaatst. En daarna zal DEI bezien of de begeleiding kan worden aangepast op de behoeften van deze doelgroep. De vraag was ook hoe lang duren deze maatregelen? Wat is het lange termijn perspectief? Nogmaals, tijdelijke aard. U vraagt me, en ik ben gewend om te spreken, smart. Ik hou van een tijdpad. Kan ik niet geven. Ik moet kijken naar de instroom van jongeren. Ik moet ook kijken naar de werving van medewerkers, van personeel. Ik heb u net toegezegd dat ik in juni over de voortgang van de maatregelen informeer. En of ik dan ook de uitspraak doe of ik denk dat ik ze continueer, ja of nee. Ik gaf u net al in mijn inleiding aan dat ik de kritiek van de ketenpartners nadrukkelijk heb meegewogen. Ik heb ze ook in mijn beslisnota genoemd. Met de beleidsreactie en beslisnota samen wordt u zo volledig mogelijk geïnformeerd over aspecten die ik vind die relevant zijn voor u om te weten hoe ik gekomen ben tot mijn besluit. En waar mogelijk heb ik hun kritiek meegenomen in het uitwerken van de maatregelen. En de Raad voor de Kinderbescherming heeft overigens aangegeven dat de maatregelen pijnlijk zijn. Tegelijkertijd heeft ze ook gezegd dat ze ziet en begrijpt dat het wel noodzakelijk is. Er ontstond, mevrouw de voorzitter, een discussie over niets doen. Ja. Kijk, justitiële jeugdinrichtingen kunnen deuren niet sluiten. Niets doen is dus geen optie. Als ik deze maatregelen niet neem, dan blijft de kwaliteit van behandeling en verblijf in de JEI's ondermaats. Zoals de inspectie dat ook verwoord heeft. Jongeren kunnen hierdoor niet goed worden begeleid in hun terugkeer naar onze samenleving. De werkdruk op het personeel blijft dan onverminderd hoog. En dan zal ook het verloop van het personeel hoog blijven. En met velen van u ben ik het eens dat ik het huidige personeel ook moet zien te behouden. En daarbij kan de rechter dan in een voorgeleiding vaker besluiten om te schorsen, omdat er geen goede plek voor plaatsing kan worden gegarandeerd. Dat is met oog op de veiligheid van de samenleving, van de maatschappij en belangen van slachtoffers, mijns inziens, onaanvaardbaar. Natuurlijk heb ik nagedacht over alternatieven voor plaatsing van jongvolwassenen in PI's. Want het is een verregaande maatregel. Mevrouw de voorzitter, ik zie op korte termijn geen mogelijkheid voor alternatieve scenario's. Het inspectierapport noodzaakt tot direct ingrijpen. Nogmaals, ik vind de plaatsing van jongvolwassenen in een PI onwenselijk. Ik wil dan ook zeer terughoudend daar gebruik van maken. Kijk, de officier van justitie is bij de jongvolwassenen van 18 plus voornemens het jeugdstrafrecht toe te passen. En zoals ik ook al in mijn brief aangaf, deze maatregelen raken sommige jongeren. Maar als ik ze niet tref, weet u wat de consequentie daarvan is. Ik zal niet in herhaling vallen. Ik probeer korte bochten te nemen, want u heeft mij gewaarschuwd voor de pauze of voor de schorsing dat ik beperkt tijdsbestek heb. JEI's. Er is ook gesproken over bureau inlichting bij de JEI's. Laat ik vooropstellen, ook wij hebben geconstateerd dat juist die inlichtingen positie versterkt moet worden. Binnen de inrichtingen. Op dit moment heb je een hoofdveiligheid of een veiligheidsfunctionaris die ermee belegd is, die deze taak heeft. En die is aangesloten bij het landelijk bureau. Tegelijkertijd buig ik mij, gegeven de middelen, van hoe kan ik dat versterken? Hoe kan ik die positie verbeteren? Daar wordt hard aan gewerkt. Ik verwacht pas aan het eind van het jaar dat ik daar veel meer helderheid en duidelijkheid over heb hoe ik daar invulling aan ga geven. Maar dit zijn de maatregelen die we nu hebben en die ik verder wil uitbouwen. Ik ga even kijken, voorzitter. Feitenmateriaal. Ja. Voorzitter, ik kijk of ik nog iets moet zeggen. Nee, dat is niet het geval. Daar wil ik het bij laten wat JEI's betreft. Akkoord. Dan zag ik een vraag van mevrouw Moedler en een vraag van de heer Seder. Ja, correct? Mevrouw Moedler. Nee. Kijk, ik hoor wat voor mij wat halve maatregelen vanuit de minister. Ik begrijp hem wel, maar voor mij is het echt dweilen met de kraan open. Omdat wij enerzijds heel erg investeren in preventie met gezag. Fantastisch. Aan de andere kant, als eenmaal jongeren in een gevangenis belanden, komen ze er nog slechter uit. Mijn vraag, voorzitter, via u. Dat heeft betrekking op die alternatieven. Ik heb zojuist niet voor niets gezegd
dat op dit moment, als je naar de rechtelijke uitspraken kijkt, een hele recente uitspraak van de rechter ging over de zorgen binnen de JJI's. Dat was voor de rechter reden, zonder dat ik u verleid om op die rechtelijke uitspraak in te gaan. Hè. Daarvan zei de rechter, ik ga geen pijnmaatregel onvoorwaardelijk opleggen. Hij moet maar intensieve begeleiding krijgen, deze jongen. Want dan krijgt hij in ieder geval hulp. Dus mijn vraag is, als de minister denkt aan die alternatieve oplossingen, dan moet je iets onorthodoxer nadenken, want deze situatie gaat heel lang duren. Neemt de minister dan daarin mee? Alternatieve straffen, huisarrest, nachtdetentie, whatever, inclusief extra investeren in die intensieve begeleiding, omdat mijn aanname is dat rechters dit vaker gaan doen. De minister. Heldere vraag. Dank daarvoor, voorzitter. In mijn voortgangsbrief wil ik ook puur kijken van waar sta ik nu en welke alternatieven zien we. Want nogmaals, het is een paardenmiddel. Het is vrij hard wat ik nu moet doen. Maar ik heb u net verteld wat niets doen betekent. En tegelijkertijd zoek ik daar ook naar. In de discussie werd ook gezocht naar alternatieven, werd u ook uitgedaagd om daarin mee te denken. Dus ik sta er ook voor open. Ik sta er ook voor open voor het veld zelf. En een van de dingen die ik bijvoorbeeld op dit moment doe, is die kleinschalige voorziening in justitiële jeugd. Ik kijk naar de bezettingsgraad op dat moment. Vind ik extreem laag. Hoe kan je ervoor zorgen dat er een betere doorstroom plaatsvindt van JJ's naar KVJJ's? Ik noem het nogmaals kleinschalige voorziening in justitiële jeugd. Ja, dat is een van de zaken waar ik op inzet. Ik wil u daar ook over informeren. Het is op dit moment, ik zeg het uit mijn hoofd, een percentage van ongeveer 26%. Extreem laag. Dat moet anders. Waar ligt dat aan, heb ik gevraagd. En voor de zomer wil ik dat weten. Ja, dus ik zoek ook naar al die alternatieven omdat ik met u die zorg deel. Dat is mijn reactie op de vraag van mevrouw Mietler, voorzitter. Ja, maar de heer Ceder ook met een vraag op dit blok justitiële jeugd. Ja, voorzitter, toch even over de jongvolwassenen 18 tot 23 jaar. Ik hoor een zero-sum game. Ik hoor de minister zeggen, niets doen is geen optie, want we hebben een probleem. Daar ben ik het mee eens. Maar ik zeg ook niet dat we niets moeten doen. Wat ik zeg is dat op dit specifiek punt, volgens mij de belangenafweging die nu gemaakt wordt, zorgt voor een nadeligere situatie dan als we dat niet doen op dit specifiek punt. En daarom de volgende vraag aan de minister. Volgens mij gaat het om een kwetsbare groep, maar wel een kleine kwetsbare groep. Over hoeveel jongeren hebben we het? En hoe steekt het af tegen de totale populatie van jongeren die momenteel in detentie zitten? Dus we hebben een paar inmiddel, maar wat levert het op qua capaciteit? En mijn tweede vraag is of ook de maatschappelijke impact als we dit gaan doen, vooral ook omdat de minister aangeeft dat we niet weten wanneer deze tijdelijke maatregel dan ook gaat stoppen, of dat ook is meegemaakt. Want daar maak ik mij zorgen over. Dat we over een tijdje hier terugkomen en zeggen, wat hebben we gedaan? Dank u wel, de minister. De aantallen kan ik noemen. We hebben ongeveer 500 plaatsen in totaal in de JJ's. En je praat op dit moment over 20 jongvolwassenen, 18-plussers. En dat zal hooguit groeien naar onze schatting nu, naar circa 50 tot 60. Ja, aantallen. U heeft mij net al horen aangeven dat ik dat zeer onwenselijk vind. Meten is weten. Ik ben van die school, mevrouw de voorzitter. En tegelijkertijd wil ik hier zo terughoudend mogelijk mee omgaan. Een tweede vraag heb ik even gemist, want er waren twee vragen. Ja, u heeft mij in mijn inleiding ook horen zeggen dat ik ernaar streef om juist die jongeren die naar huis van bewaring gaan bij elkaar te houden. En ook daar te kijken wat voor extra zorg, wat extra voorziening kan inzetten. Ik stuur daar ook op. Ik heb daar ook voor gevraagd. Ja, en probeer daar ook een afscheiding te krijgen tussen de gedetineerde, volwassen gedetineerden die in het huis van bewaring zitten en die jongeren. Wordt moeilijk, is een pittige taak, maar ik zet er wel op in. Ik heb dat wel meegegeven in de uitvoering. Ik ga bijna op de stoel van de directeuren nu zitten, maar ik heb het wel gevraagd omdat ik het van belang vind, gelet op de ontwikkeling van die jongeren. En je wil dat zo'n jongere tenslotte weer door uitstroomt en in de samenleving een plek vindt. Maar zonder dat hij weer in de recidive vervalt. Voorzitter. Dank u wel. Als ik mijn administratie op orde heb, gaan we naar het blokje forensische zorg. Klopt dat? Ja. Daarmee is dus dat blok justitiële jeugd, zeg ik maar even tegen de leden, afgerond. Gaan we naar de forensische zorg. Minister. Forensische zorg. Er is al gesproken over de druk op de capaciteit. Ik ben daarop ingegaan op aangeven van het Kamerlid Mutter op een voortgangsbrief. Er is ook gevraagd van ga, zet die spade wat dieper de grond in, maak wat duidelijk hoe het in elkaar zit. Ja, het zit zowel in de fysiek beschikbare bedden
Maar het probleem zit hem ook in de personele capaciteit. En dat is, die capaciteitsdruk is voor mij de grootste uitdaging voor de komende jaren. En de urgentie voor het probleem ziet u ook terug in de maatregelen die ik neem. Ik heb mij ook laten vertellen dat wanneer ik de komende 10 jaar ver vooruit kijk, het met name moeilijk zal worden om psychiatrisch verpleegkundig personeel te vinden op de markt. Daar is een krapte gaande en die wordt alleen maar krapper. Dus het probleem wordt groter naar de toekomst toe. Die zie ik. En hierin hoort u mij ook denken dat ik niet alleen het nadenken ben van de dag van vandaag, maar dat ik ook aan het nadenken ben van de dag van overmorgen. Hoe tackelen we dit probleem? Kijk, ik heb uiteengezet hoe DAI samen met ketenpartners werkt aan meer grip op en een efficiëntere inzet van de bestaande capaciteit. Ik heb aangegeven dat de bestaande capaciteit zoveel als mogelijk wordt uitgebreid. Afgelopen jaar 90 extra plekken gerealiseerd. En richting 2026-2027 werken we nog eens toe aan 150 extra plekken. Ook hebben we ingezet op structurele investeringen in het kwaliteitskader forensische zorg. Maar ook in de PPC's hebben we geïnvesteerd in het vakmanschap van vakvrouwschap, vakmenschap van de professionals. Nu ben ik heel correct geweest. En de evaluatie van de beginselenwet verpleging ter beschikking gestelde, grijp ik ook de ruimte aan om alle innovaties toe te passen. Maar tegelijkertijd moet ik gewoon constateren dat de ramingen, de vraag naar TBS de komende jaren toeneemt. Hij is al hoger geworden en die zal toenemen. Ingewikkeldheid van de arbeidsmarkt heb ik al geduid, dus u beseft, dit is een ingewikkeld dilemma waar ik voor sta, waar wij voor staan. En de kernvraag is dan ook, hoe kunnen we de capacitaire uitdaging in de forensische zorg het hoofd bieden zonder afbreuk te doen aan de veiligheid van de samenleving? En dat alles in de wetenschap, wat belangrijke factoren die in- en uitstroom bij de forensische keten bepalen, beperkt te sturen zijn. Kijk, mijn uitgangspunt is het stelsel zoals we dat met elkaar ingericht hebben. Enkele van u hebben zich daar ook lovend over uitgelaten. En ik deel dat met u. Het stelsel werkt. Maar aan de randen loop ik tegen beperking aan. Ik kijk daar goed naar. En ik zoek dan ook soms naar conventionele oplossingen, maar ook onconventionele oplossingen. En om onszelf voor te bereiden, ben ik met de sector en in afstemming met de collega's van de departementen VWS en BZK aan de slag met het uitwerken van toekomstscenario's, verder vooruitkijken. Aan de hand van die scenario's wil ik ook een duidelijk handelingsperspectief hebben en kijken van welke interventies passen daarbij, zodat we een meerjarig onderzoeksprogramma realiseren om zicht te krijgen in de aard, de omvang, de zorg- en veiligheidsbehoeften van de forensische zorgpopulatie op langere termijn. Voorzitter, ik heb toegelicht welke knelpunten ik zie, hoe ik daar tegenaan kijk, welke maatregelen ik neem. En u hoorde mij ook spreken over die toekomstscenario's, hoe ik die aan het verkennen ben, samen met de collega's, ook met de collega's uit de keten, ook met patiëntenorganisaties, hoe we het beste die golfbeweging die gaande is in de TBS om kunnen gaan. Uitstroom naar GGZ en gemeente. Ik ga toch in op het rondetafelgesprek van 1 februari, waar velen aan u gerefereerd hebben. Kijk, verschillende deskundigen wezen op ontwikkelingen in de GGZ en hoe dat door en in gemeenten die doorwerken in de forensische zorg. Ik benader het ook vanuit de keten in zijn totaliteit. Ik zie het niet los van elkaar. Het gaat om te weinig plekken in de specialistische geestelijke gezondheidszorg en in de verstandelijke gehandicaptenzorg. Het gaat ook om een gebrek aan geschikte woonvoorziening in de gemeente waar patiënten terugkeren. En, u zei het net al, enkele van u, er is een stigma dat mensen meedragen als zij de forensische zorg komen. En die al deze ontwikkelingen veroorzaken die extra druk op die forensische zorgcapaciteit. Enerzijds zorgt het voor meer instroom in de forensische klinieken, omdat mensen met een zorgmachtiging ook in forensische klinieken worden opgenomen. En anderzijds kunnen onze patiënten na afloop van de behandeling niet goed starten met resocialiseren, omdat de benodigde zorg of een woonruimte niet beschikbaar is. In de gesprekken met vertegenwoordigers van deze sectoren komt ook het volgende dilemma naar voren. Voor de beveiligde zorg en begeleiding van de complexe doelgroep kijkt men in toenemende mate naar de forensische zorg. Het lijkt logisch vanwege de aanwezige expertise en ervaring. Maar hoe verhoudt zich dit tot het strafrecht als ultimum remedium? Het strafrecht is niet bedoeld voor langdurige en complexe zorgvragen. En bovendien draagt het eerder genoemde stigma van TBS eraan bij dat deze complexe doelgroep maar moeilijk uitstroomt en een plek vindt in onze samenleving. Deze mensen moeten de draad weer op kunnen pakken in hun leven, als ze zijn uitbehandeld. En als de veiligheid van de samenleving ook goed geborgd is. U bent als Kamer in gesprek met de minister voor Langdurige Zorg en Sport over de beschikbaarheid van deze voorzieningen. En ik denk ook, u hoort mij in die keten benaderen en kijken van, en ik zie ook met programma's vanuit BZK bijvoorbeeld een Thuis voor Iedereen, waarin we zoeken naar die integraliteit en die samenwerking als rijk om te komen tot een oplossing gezamenlijk. Voorzitter, ik ga toch in bij de transparantie bij incidenten. Ook een thema wat genoemd is door velen van u.
kritische geluiden heb ik vernomen bij de rondetafelgesprek van 1 februari over de transparantie en het lerend vermogen van klinieken. En we hebben met elkaar vastgesteld dat we niet alle incidenten kunnen voorkomen. Ik ben ook dankbaar voor de woorden van het Kamerlid van der Staaij, die hij hierover bezigde. En tegelijkertijd van ieder incident wil ik leren. En klinieken waar zich incidenten voordoen, ik denk aan Balkbrug, verschrikkelijk incident. Mijn gedachten gaan zeker uit naar de familieleden, maar ook naar de collega's. Dan bezoek ik hen ook. Dan bezoek ik ook de verpleegkundigen en de consulenten om met hen het gesprek nadrukkelijk ook aan te gaan. Ik wil voor hen staan. Ik wil dat ook gewoon doen. Kijk, met alle zorgaanbieders worden ook afspraken gemaakt over in welke gevallen zij een melding bijzonder voorval indienen bij DEI. En dit is volgens duidelijke definities. En vanaf een bepaalde ernst, bijvoorbeeld de onttrekking, worden er ook pakketmeldingen naar het ministerie gestuurd. En ook verwacht ik van de instellingen dat zij in dit soort gevallen de lokale driehoek binnen de gemeente informeren. En DEI plaatst sinds 2018 elke maand een overzicht van de piketmelding op haar website. Iedereen kan daarin transparant deze website raadplegen. Ten tweede onderzoeken klinieken zelf ernstige incidenten op een gestructureerde manier. En daar bestaan verschillende methodieken voor. Het doel is dat de organisatie leert wat er gedaan kan worden om herhaling van de betreffende incidenten te voorkomen. De uitkomsten van de onderzoeken worden gedeeld met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Deze rapporten worden niet gepubliceerd. Waarom niet? Medisch beroepsgeheim. Inspecties doen zelf ook onderzoek naar incidenten. Ze kijken mee bij de eigen onderzoeken van de klinieken of voeren eigen onderzoek uit. En deze rapporten worden wel gerepubliceerd. Dat over die transparantie, voorzitter. Ik ga daar niet lichtzinnig mee om. Ik vind het van belang om continu te leren van incidenten en ook te kijken van dat een incident zich niet herhaalt in de praktijk. Wel constateer ik, als ik de ronde tafel beluister, dat het lerend vermogen van de forensische zorg zichtbaarder moet maken. Ik vraag de commissie dan ook de ruimte om met DEI en de sector in gesprek te gaan om te verkennen of we tot een periodieke publicatie van cijfers en gegevens over meldingen bijzonder voorval, piketmeldingen en onderzoeken naar incidenten kunnen komen. Eerst volgende voortgangsbrief wil ik daar komt van doen in uw richting. Ik heb nog veel meer over forensische zorg, voorzitter. Dat zegt u dus. Dank. Kom in op de fokkingsregeling. Ik moest even terug, want ik begreep dat die 15 à 20 jaar geleden was ingevoerd en ongeveer 10 jaar geleden is afgeschaft. Als ik juist ben. Kijk, in het licht van het vraagstuk van de capaciteit in de TBS vind ik een waardevol idee om te verkennen. Dan moet ik daarbij aandacht hebben voor de rol van de strafrechter. En die rol respecteer ik. Kijk, in het ronde tafelgesprek over TBS is dit punt naar voren gekomen en deskundigen gaven aan dat door eerder met de behandeling te starten deze beter verloopt en naar verwachting korter duurt. Goed vanuit het oogpunt van resocialisatie. En kortere behandelingen zijn goed voor doorstroming in het stelsel. En ik heb net al geduid, die doorstroming is hard nodig. En forensische zorgaanbieders zijn dan ook voorstander van het eerder beginnen. Maar resocialisatie is niet het enige strafdoel. Vergelding is ook een strafdoel. En rechters spreken een combinatievonnis uit bij verdachten die slechts gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar zijn. En waarbij de rechter oordeelt dat het strafdoel vergelding ook aan de orde is. En de rechter heeft voldoende mogelijkheden om die straf op te leggen die hij of zij in het individuele geval passend vindt. En ook kan de rechter alle advies in het vonnis opnemen over wanneer de TBS-behandeling moet beginnen, afwijkend van de detentieduur. Concluderend. Met combinatievonnissen eerder beginnen met behandeling kan waardevol zijn, mits de positie van de onafhankelijke rechter wordt gerespecteerd. En ik zal met de sector langs deze lijn in gesprek gaan over het vraagstuk van de combinatievonnissen. En in de eerstvolgende voortgangsbrief, gelet op de discussie die hier heeft plaatsgevonden, wil ik u daarover informeren. Psychiatrische gevangenissen kwamen voorbij. Laat ik vooropstellen, we hebben penitentiaire psychiatrische centra. We hebben er 4, Zaanstad, Scheveningen, Vught en Zwolle. En op deze plekken kunnen gedetineerden terecht met ernstige problematiek. Gedetineerden die wachten op een plek in het TBS verblijven hier ook. Verblijven vaak hier. Ik moet me even corrigeren. De behandeling kan echter niet gelijkgesteld worden met behandeling in de instelling voor forensische zorg. Er is namelijk minder een behandeling specifiek gericht op resocialisatie. En ik praat over circa 700 plaatsen die ik daar heb. Circa. Vraag vanuit het Kamerlid van D66, voorzitter, ging over de balans van vergelden en behandelen bij combinatievonnissen.
Kijk, bij combinatievonnissen heb ik net aangegeven wat de rechter er doet. Het is zowel een gevangenisstraf als een TBS-maatregel. En de rechter maakt daar een afweging tussen de verschillende strafdoelen. En waar dan de balans zit, is afhankelijk van onder andere de ernst van het delict en de mate van toerekeningsvatbaarheid van betrokkenen. Kortom, de specifieke omstandigheden. Daar moet naar gekeken worden. Vraagt om maatwerk en dat doet de rechter. Dan over de bodyscan, voorzitter. Er is een open vraag gesteld. Hoe ik daarnaar kijk en of ik die zou willen toepassen. Kijk, ik ben alle innovaties die werklast verlagen, vind ik van belang en moet je beoordelen op toepassing ja of nee. En technologische innovaties in de forensische zorg worden dan ook daadwerkelijk verkend. Er wordt ook een evaluatie uitgevoerd momenteel naar de beginselenwet verpleging ter beschikking gestelde. En daarin wordt onder andere bekeken of deze wet voldoende juridische mogelijkheden zijn en biedt voor technologische innovatie. Of dat er belemmeringen zijn. En ik neem daarin ook het gebruik van die bodyscans mee. Natuurlijk is de keten daarbij betrokken bij die evaluaties en de patiëntenorganisaties. Wanneer is de evaluatie gereed? Begin 2024. Zorgconferenties. Ik kan heel kort over zijn. Tweede kwartaal van dit jaar organiseer ik een werkconferentie met alle betrokken partijen, want ik vind het een meer dan positief instrument. Stand van zaken van de forensische zorg op de Cariben, Caribische Nederland. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Momenteel is een pilot gaande met een kleinschalige forensische zorgafdeling in de JJ, in de justitiële inrichting Caribisch Nederland, op Bonaire. De pilot loopt tot 2026. Het gaat in deze pilot niet specifiek om een veroordeling tot forensische zorg in het kader van de TBS-maatregel, maar juist om het behandelen van een kwetsbare groep gedetineerden die kampen met een gedragsstoornis of verslaving. Doel, door middel van beveiligde forensische zorg gedetineerden zo goed mogelijk voor te bereiden op hun terugkeer en daarnaast natuurlijk recidieven te beperken. Er zijn speciaal opgeleide medewerkers voor deze afdeling ingezet. En momenteel is er een koninkrijkbrede werkgroep gestart om te onderzoeken in hoeverre deze pilot uitgerold kan worden naar het gehele Caribische deel van het Koninkrijk. Dan ja, een vraag. De cijfers kwamen voorbij in het betoog van het Kamerlid Eertmans, mevrouw de voorzitter. En gevraagd werd of de helft van de personen die zich onttrekt van verlof een strafbaar feit heeft gepleegd. Antwoord daarop is nee. Ik zal het proberen toe te lichten. In 2021 is 11 keer een melding gedaan door een kliniek van een vermeend strafbaar feit tijdens een verlof. Het gaat daarbij om vermoedelijke strafbare feiten. Kijk, het is nog niet duidelijk of dit ook uiteindelijk heeft geleid tot de vervolging door het OM of tot de veroordeling door de rechter. En die uitkomst wordt niet door DJI bijgehouden. Onttrekking heeft ten eerste altijd gevolgen voor de behandeling. Een volgend verlof wordt pas weer verleend wanneer behandelaren dit verantwoord bevinden. In het rondetafelgesprek kwam ook aan de orde dat de onttrekking ook belangrijke informatie verschaft over hoe de behandeling aanslaat. En per cliënt wordt dan ook gekeken, wat is de oorzaak van de onttrekking? Hoe kan je hier het beste van leren? En hoe kan dit worden voorkomen in de toekomst? In het derde kwartaal van dit jaar kom ik met een wetsvoorstel over de strafbaarheid van ontsnapping uit gevangenissen en klinieken. Moeten we opener zijn naar ontsnapping? Moeten we het publiek inschakelen? Kijk, als een TBS-gestelde zich onttrekt tijdens verlof, wordt onmiddellijk het daartoe gespecialiseerde team van het Openbaar Ministerie en Politie ingeschakeld. En bij de opsporing kan een afweging zijn het publiek te betrekken. OM en politie, zij bepalen dat. TBS-gestelde ziet dat zelf natuurlijk ook. En dat kan ervoor zorgen dat hij of zij zich opgejaagd voelt. Vormt een risico voor de veiligheid van het publiek. En OM en politie nemen dat mee in hun afwegingen. Ik dank de sprekers die zeiden trots te zijn op het TBS-stelsel. Ik weet dat het de tweede keer is dat ik dit herhaal. Het Nederlandse TBS-stelsel is dan ook uniek in de wereld. En ik vind dat het zorgt voor een veiligere samenleving. Het imago is helaas niet altijd even positief. De focus ligt inderdaad op incidenten die zich voordoen. Terwijl heel vaak ook veel goed gaat. Jammer, onterecht. En wat ik kan doen is altijd blijven benoemen wat het TBS ons oplevert. Ik doe het in de Kamer. Ik doe het hier buiten. En de sector zelf moet ook het goede voorbeeld geven. En dat doet de sector. Een voorbeeld is net al genoemd, 18 maart open dag waar iedereen zich voor kan aanmelden. Er worden documentaires, podcasts gemaakt die ik van harte kan aanbevelen. En meerdere klinieken verzorgen samen met patiënten, personeel en omwonenden toneelvoorstellingen. Ik geloof dat we samen altijd het hele verhaal moeten vertellen. Dat doen we en daar ga ik dan ook mee door.
bezuiniging 2013 terugdraaien. De voorzitter, een vraag vanuit de SP. 2013, 2014 zijn er 3 FPC's gesloten. Er was toen, dat is die golfbeweging, minder behoefte aan TBS. Sluitingen terugdraaien kan ik niet. Wat ik wel kan doen is ervoor zorgen dat er voldoende capaciteit is voor de nu toenemende vraag. Nou, ik ben daar in mijn betoog al op ingegaan en ik ben ook ingegaan op de golfbewegingen. Nazorg voor personeel. Daar treft u mij, want dat vind ik een hele essentiële vraag. Niet dat anderen niet essentieel zijn, maar ik vind het van belang om mensen gemotiveerd te houden en de uitstroom een halt toe te roepen. Het verlenen van nazorg voor medewerkers die bij de uitoefening van hun werkzaamheden een traumatische ervaring hebben, hoort bij goed werkgeverschap. En het verlenen van nazorg is ook opgenomen in dat kwaliteitskader dat afgelopen najaar in werking is getreden. En voor de rijksinstellingen geldt het algemeen beleid van de DEI. Wat betekent dat? Medewerkers die een schokkende of indringende gebeurtenis meemaken, moeten zorg krijgen die zij daarvoor nodig hebben. En elke locatie heeft een nazorgteam met medewerkers die direct ondersteuning kunnen bieden. En bij ernstige incidenten, en als blijkt dat het natuurlijk herstel van de medewerker niet goed gaat komen, wordt er opgeschaald naar specialistische ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan de vorm van een traumapsycholoog. En voor de particuliere instelling geldt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het verlenen van nazorg aan hun medewerkers. Er wordt gewerkt met collegiale opvang en begeleiding. En indien nodig weet ik dat ze ook opschalen naar specialistische ondersteuning. Ik hecht eraan te benoemen dat we dit de afgelopen jaren echt beter zijn gaan doen. En zo is de inzet van een traumapsycholoog bij DEI sinds 2019 geprofessionaliseerd. En we hebben het voor de hele sector verankerd in het kwaliteitskader forensische zorg. De mevrouw die aanwezig was op het rondetafelgesprek zei ook dat nu de nazorg is die ze gehad heeft te willen hebben. De prestatiebekostiging. Ja, ik benoem die ook in mijn voortgangsbrief. Die ervoor zorgt dat lege bedden niet worden vergoed en als risico voor een zorgaanbieder. Uw Kamer vraagt mij te kijken naar een beschikbaarheidsfinanciering. En zonder vooruit te kunnen lopen op het resultaat kan ik toezeggen dat ik ook kijk naar de manier van bekostiging of dat te verbeteren is. Of dat een vorm van een beschikbaarheidsbijdrage is, ik kan dat nu nog niet aangeven. Onconventionele oplossingen, maar ik kijk er wel degelijk naar. En zoals gezegd neem ik dit mee in die vorige voortgangsbrief die u tegemoet kan zien. De eigen bijdrage in de forensische zorg. Kamerlid Van der Steijn sprak erover. Nou, dat doe ik in samenspraak met het veld. En ik streef ernaar om in 2024 de eigen bijdrage te herinvoeren. Voorzitter, tot zover kopje forensische zorg. Dank u wel. Voordat ik de leden inderdaad het woord geef om het aan te vragen. U refereert een aantal maal aan een voortgangsbrief waarin u terugkomt op onderwerpen. Wanneer kan de Kamer die tegemoet zien? Ik geloof gebruikelijk 2 keer per jaar en deze volgt in het najaar. Akkoord. In het najaar ook even richting de leden wordt u daarover geïnformeerd. Ik zag de heer Eertmans al in het begin met een vraag. Heer Heijink en de heer Van der Staaij, mevrouw Moedler. De heer Eertmans. Ja, dank voor de antwoorden over de TBS-vraag die ik gesteld had. Ik ben het helemaal met u eens. De draagvlak kan worden vergroot door openheid, het hele verhaal te vertellen. Dus daarom ook die vragen over die incidenten, die gelukkig niet, dat zijn er niet heel veel. Maar ik had even specifiek die vraag, als er nou 21 mensen vorig jaar, of 2021, ontsnapt zijn, ontrokken aan verlof. En daar worden 11 delicten mogelijk gepleegd. Want dat zei u, dat is nog door de OM uit te zoeken. Moeten we dan van uitgaan dat het om 21 personen gaat en om 11 delicten, dus de helft van het aantal personen, is mogelijk strafbaar geweest? Dat vind ik een belangrijke vraag voor het perspectief. En kunt u ook aangeven dat het ook wordt nagetrokken? Want u zegt, ja, dat ligt bij het OM, daar gaat het OM. Tuurlijk, maar dan wil ik graag als Kamerlid weten, waren dat strafbare feiten of waren dat alleen verdenkingen? En dan hebben we het even scherp. En ik had over het verlof zelf nog de vraag van, hoe voorkomen we als een ernstig geweldpleger of zedendelinquent inderdaad ontsnapt, hoe kunnen we die zo snel mogelijk, laat ik het anders zeggen, is het niet mogelijk om dan een, ze hebben een enkelband, hè, voor de afspraak betrouwbaarheid, maar bij ontsnapping dat we directe locatie ook hebben. Want het lijkt me niet zo ingewikkeld bij een enkelband dat je weet waar die vent zich begeeft op het moment dat hij de benen neemt. Ik snap niet dat dat niet geregeld kan worden, dat we die mensen dus uit het oog verliezen. Dat is waar. De minister? Een dubbele vraag, meneer Eerman. Ja, dubbele vraag. Er is eigenlijk een vraag gesteld over die 21 en die 11 delicten. En over die 50%. En dan wordt mij ook gevraagd van, als je de informatie hebt van het OM, koppel dat aan ons terug. Geef het ons ook dan. En geef daar ook eventuele conclusies bij. Zullen we dat gewoon netjes doen in de voortgangsrapportage? Is dat het moment?
De tweede vraag die mij gesteld is, mevrouw de voorzitter, via u moet ik spreken immers. Ik heb de vraag niet scherp. Ik was aan het nadenken over de eerste vraag. De heer Eermans, ja, kunt u hem kort herhalen hoe we snel achter de locatie van ontsnapte zedendocumenten komen? Door middel van eigenlijk gewoon de locatie via de enkelband direct te traceren. Ik bedoel, ik snap, als die toch vast aan zijn been zit, zou ik zeggen, dan moet daar toch direct de locatie bekend kunnen zijn van een onttrekking. De minister? Enerzijds heb je een team vanuit VastNL, dus Openbaar Ministerie en Politie. Anderzijds kan ik u ook vertellen dat, omdat ik heel dicht bij een dergelijke instelling woon en ook vanuit mijn verleden, weet ik dat daar heel adequaat en snel wordt opgetreden. En ook word je veelal als lokale gezagshebber meteen op de hoogte gesteld van. En ik zie dat men dan ook met mens en macht, met helikopters, alles wordt echt ingezet om betrokkenen zo snel mogelijk op te sporen. Maar we vinden het dus niet nodig. De heer Eermans, dat wordt dan uw laatste vraag. Ja, laatste. Oké, okay. Maar we vinden het dus blijkbaar niet nodig om ontsnapte TBS'ers nog meer gegarandeerd te kunnen vinden dan nu. Want u zegt, ja, het lukt ook wel met VastNL en het toezicht door politie. Ik snap dat niet helemaal. Want het kan gaan om die ene geweldspleger die zich opnieuw de fout ingaat. En ik zou zeggen, better safe than sorry. Wat is er tegen? Laat ik zo die vraag stellen. Wat is daar nou tegen om daar gewoon een directe locatiebepaling aan te hangen als een TBS op verlof gaat? De minister? Laat ik vooropstellen, en met mijn antwoord, mevrouw de voorzitter, duidde ik dat ik het wel degelijk van belang vind om iemand snel op te sporen. Daarom zit je team in, daarom zet je al deze middelen in. Daar waar u suggesties heeft moeten zeggen, dat kan veel sneller en rapper, houd ik mij echt aanbevolen. Ik zal dit ook nogmaals met de sector bespreken, want ik denk dat wij het most doen, omdat ik de veiligheid van de samenleving wil garanderen. Die staat voorop. Akkoord, dan kom ik bij de heer Heijink. Ja, de heer Heijink, voor uw vraag. Ja, dank voorzitter. Het gaat over de capaciteit. En wat mij een beetje verbaast is, dat er eigenlijk best wel veel mogelijkheden zijn. Kijk, dus deels wordt het natuurlijk aan de markt gelaten om een instelling te beginnen en dan op basis van die tarieven rendabel te kunnen zijn. Maar deels zijn er ook gewoon rijksklinieken. Dus mijn vraag is eigenlijk, als capaciteit nou echt een probleem is, waarom wordt er niet gewoon voor gekozen, ook vanuit de overheid zelf, om een extra kliniek te openen? Ik kwam zelf oorspronkelijk uit de Achterhoek. Daar kende iedereen de kliniek in Rekken. Die kon heel makkelijk dicht destijds. Dan denk ik, nou, kan het toch ook weer open? Ik bedoel, dat is toch ook iets wat je als overheid dan moet kunnen en willen doen? De minister? Voorzitter, kijk, sommige gebouwen die we hadden, waar de kliniek in zaten, zijn verkocht. Ik kan ze niet meer openen. Tegelijkertijd heb ik ook te maken met een bouwmarkt waar het echt pittig is om te gaan bouwen. Niet voor niks en alle voorwaarden en restricties die er ook bij komen. We spraken in dit debat ook over het justitiële complex in Vlissingen. Hij gaat door, maar hij is verlaat. Ik vind het gewoon heel ernstig dat het niet op de tijd lukt. En anderzijds hoorde je mij ook over die arbeidsmarkt praten. Dat zijn belemmerende factoren waar ik mee geconfronteerd word om het te realiseren. Tweede vraag van de heer Heijn. Voorzitter, ja, dat zie ik ook wel. Alleen wat de SP gewoon verbaast, en dat zie je trouwens niet alleen hier, dat zie je bij de asielopvang, je ziet het bij de verpleeghuiszorg. Blijkbaar lukt het de overheid niet om flexibel om te gaan met dan is een hogere toestroom en dan is een lagere toestroom. En als er dus een tijdje minder instroom is, of dat nou asielzoekers zijn, of dat het nou TBS'ers zijn, of dat het nou ouderen in het verpleeghuis zijn, dan baf, dan kan er van alles dicht. En totdat er weer meer mensen komen en dan lukt het dus niet om die mensen een goede plek te geven. En dat is toch heel raar eigenlijk, dat je dus een systeem bouwt waar geen enkele lucht meer in zit. En dat is ook dat jojo-effect niet kan opvangen. Dat is toch iets wat je structureel goed zou moeten willen organiseren. Want ik kan u voorspellen, over 5 jaar zitten we hier weer de discussie te voeren. Hey, overcapaciteit, welke gebouwen gaan we sluiten? Dat is geen manier, ook voor de sector, om voor de lange termijn goede beslissingen te kunnen nemen. Is de minister daar wel mee eens? Volstrekt. En daarom doe ik dat toekomstscenario. Daarom wil ik die trendanalyse hebben. Daarom wil ik zien van hoe zien die golfbewegingen de komende jaren eruit. En tegelijkertijd ben ik met de huidige klinieken, en zeker die rijkskliniek, aan het kijken waar kan ik uitbreiden. En natuurlijk moet ik dan een zorgvuldig proces doen met omwonenden binnen de kliniek zelf. Dat kost tijd. Dat is ook absoluut waar. Maar juist door die trendanalyse en die scenario's en kijken welke interventies daarbij horen, ben ik aan het nadenken juist over die toekomst, dat ik niet overvallen word. Ik heb net aangegeven, die golfbewegingen zijn er
En ik wil daar een goed antwoord op geven, een adequaat antwoord. En wanneer kan de Kamer die een eerste begin van die toekomstscenario's tegemoet zien? Denk even voor de... Nou, ik heb... We streven daar, want dit is met BZK, dit is ook met VWS, dit is ook met de ketenpartners. Dus er zijn heel wat actoren bij betrokken. Ik doe dit niet alleen. En ik verwacht hem echt wel eind van het jaar, begin volgend jaar, dat ik die beschikbaar heb. Het gaat niet eerder. Akkoord. De heer Heink, u bent voor nu door uw vraag heen. Mag ik... Ja, omdat we dus weinig tijd hebben. Als we aan het eind nog over hebben, dan kijk ik als eerste naar u. De heer Van der Staaij. Ja, voorzitter, ik wil graag nog even terugkomen op dat punt van die, zeg maar, onder het kopje Fokkensregeling. Maar eigenlijk wil ik me juist ervan vergewissen dat wat de minister nu gaat doen ruimer is dan de vraag, moet die Fokkensregeling letterlijk terugkomen of niet? Dat het er meer om gaat of je juist eerder kan starten met behandeling in het teken van resocialisatie, zonder dat afbreuk gedaan wordt aan de strafdoelen van beveiliging van de samenleving en de vergelding. En mijn vraag daarbij is of de minister ook wil kijken naar wat er al aan psychische zorg in detentie kan worden geleverd. Want dat was juist in het verleden de veronderstelling dat dat meer zou gaan gebeuren. Helder, de minister. Kijk, voorzitter. Vindt meneer Van der Staaij zal zeker, zeg ik via u, begrijpen dat ik niet op de stoel van de rechter ga zitten. Dus ik vind van belang dat je goed gaat nadenken van hoe kan ik iemand veilig die samenleving weer in krijgen. En hij moet, enkele van u hebben het ook genoemd, hij of zij moet geen detentieschade oplopen door langere tijd in detentie te blijven. Dus in die afweging laat ik me enerzijds ook op de rechter zelf. Ik vind het een belangrijk punt. Ja, en onze rechtspraak is goed in dit land, is mijn constatering. En daar moet ik ook achter staan. Zou je die, u heeft me net een heel epo horen gehouden over de naleiding van die Fokkensregeling, hoe ik daarnaar kijk, hoe ik daarmee om wil gaan. Het is wel een punt van zorg die ik heb. Want hoe sneller kan je ermee starten en hoe zorg je ervoor dat iemand die in de forensische zorg zit, we kennen de cijfers, dat werd door enkele van u ook genoemd, dat is een lagere recidive, gelukkig, mooiere cijfers. En die wil ik ook realiseren. Dus het is wel een onderwerp wat ik onder arm nadrukkelijk ook meeneem in mijn gesprek met de Raad voor de Rechtspraak. Van hoe doen we dat in Nederland? Hoe kan dat beter? Hoe weegt u? Maar ik ga niet op de stoel zitten van de rechter. Dat doe ik niet. Maar dat vraagt u ook niet van mij. Ik kijk even naar mevrouw Moedler. Ja, mevrouw Moedler, daarna de heer Sneller. Ja, dank u wel, voorzitter. Hartstikke goed dat die toekomstscenario komt, hè, waarbij je met name ook naar de instroom en naar die doorstroom kijkt. Maar ik wil eigenlijk van de minister weten wat hij concreet in het hier en nu gaat doen. Omdat we zien dat de doorstroom dichtslipt. We zien dat de GGZ-instelling met name lichte patiënten opnemen. En we zien dat elke gemeente afzonderlijk wel of geen mensen opvangt of daar woningen voor creëert. Vraag dat dan niet van de minister om samen met VWS voor de korte termijn een serieuze plan te maken. Misschien is het een financieringsvraagstuk richting de GGZ. Kan ik me heel goed voorstellen. Liever daar geld dan ontzettend veel geld voor de mensen in de TBS-klinieken waar ze nog slechter uitkomen. Moet je bijvoorbeeld, als het gaat om de huisvesting van de doelgroep, vanuit de overheid meer die regierol pakken in die uitvoering? Dat is waar ik naar op zoek ben, voorzitter. Het hier en nu, want het is behoorlijk dichtgeslipt, dit systeem. En dat kan gewoon niet. De minister? Terecht. Ik leg niet een probleemverschuiving naar de toekomst toe. Ik kijk van ook, hoe kan ik met name de menskracht verbeteren binnen de klinieken? Hoe kan ik hem ook behouden? Dat aan de personele kant, daar hebben we flink over gedebatteerd. Ander punt is ook dat ik bijvoorbeeld met een programma Thuis voor Iedereen vanuit BZK, met Binnenlandse Zaken en Koninklijke Relaties, met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, met Justitie en Veiligheid, een programma uitrol om te kijken hoe kunnen we het nu aanpakken om die woonruimte ook te realiseren en te creëren en daar duidelijke afspraken over te maken. Dus het zijn niet afspraken die ik ver van mij afschuif. We zijn nu al aan het werk. Het is een going-on proces. En tegelijkertijd wil ik niet in het nu alleen kijken en leven en moet ik gewoon een visie hebben, een vergezicht hebben en daarop kunnen inspelen met een juist handelingsperspectief wat gedragen wordt, zodat we niet overvallen worden door de golfbewegingen die gaande zijn. De heer Sneller. Ja, sorry, het gaat een beetje heen en weer nu, maar het ging eigenlijk... U wilt nog over de Fokkens? Ja. Oké, gaan we omdat, terug. Omdat
In het interruptiedebat kwam al aan de orde. Het is een beleidsregel die ook een keer is afgeschaft. En nu zegt de minister eigenlijk, ik moet de onafhankelijke rechter respecteren. Daar ben ik het uiteraard helemaal mee eens. En tegelijkertijd was volgens mij de uitdaging van de heer Van der Staaij, denk ook na over wat je verder kan doen in beleid, in de gevangenissen, maar ook in andere opzichten, om die doelen meer met elkaar in overeenstemming te brengen. En te kijken hoe je nou toch kan zorgen dat er ook eerder met die behandeling kan worden begonnen soms. Ja, de minister. Ja, ik val eigenlijk in herhaling, mevrouw de voorzitter. Want ik heb net aangegeven dat ik het wel degelijk zie dat een eerdere behandeling goed werkt richting de patiënt. Richting de gedetineerde patiënt, laat ik het zo formuleren. En daarom wil ik niet op die stoel van die rechter zitten. Maar ik vind het wel van belang dat we gewoon de lessen uit het verleden, die goed hebben gewerkt, kunnen toepassen op de toekomst. Dus daarom wilde ik het onder aandacht drukkelijk meenemen en ook bespreken met de Raad voor de Rechtspraak om te kijken, jongens, hoe doen we dat nou in de praktijk en kunnen we daar veel intelligenter mee omgaan? Akkoord. Ik heb het idee dat we bij het blokje gevangeniswezen zijn. Kijk nog even naar leden. Ja, dus dat was uw laatste blokje ook. Ja. Voorzitter. De minister. Er is een vraag gesteld over de beperkte beveiligde afdeling vanuit D66, de lage bezetting. Kijk, de lage bezetting is een feit. Circa 20% van de huidige beschikbare capaciteit. Dat de bezetting van de, ik kort hem nu af, de BWA's continu laag blijft, ja, ik betreur het ten zeerste. Ik vind dat een faciliteit is waar een gedetineerde in de laatste fase van detentie kan reïntegreren door middel van werk buiten de muren. En de achterblijvende bezetting is deels het gevolg van het feit dat gedetineerden momenteel nog kunnen kiezen voor een penitentiair programma. En dat penitentiair programma is aantrekkelijker vanwege vrijheden. En deels ook omdat die toelatingscriteria voor de BWA zwaar zijn. Dat is de reden waarom ik DE heb gevraagd om te kijken hoe kunnen we hem daadwerkelijk vergroten, de instroom naar BWA. Dat is het verruimen van de voorwaarden voor plaatsing op de BWA van gedetineerden in de laatste fase van hun detentie. Maar ook het direct plaatsen van zelfmelders met een baan op de beperkt beveiligde afdeling, maar dan moet de risico-inschatting en de bemensing van de BWA dit wel toelaten. Voorzitter, ik heb gedacht ik eerder toegezegd dat ik in het voorjaar deze commissie informeer middels een brief over de hele BWA, dus in bemensing. Ik kan het ook doen. Dit voorjaar. De recidieve bestrijding. En welke maatregelen worden genomen in de PI om te voorkomen dat ze opnieuw in de fout gaan? Kijk, voor alle gedetineerden was een vraag vanuit de SP. Voor alle gedetineerden wordt samen met zijn haar case manager een detentie- en reïntegratieplan opgesteld. Trainingen, opleidingen, gedragsinterventies zijn bijvoorbeeld onderdeel van het DNR-plan. Activiteiten die helpen die gedetineerden om terug te keren naar de samenleving. Dat kan zijn training over werk, training over inkomen, huisvesting of hoe ga je om met schulden. En door gedragsinterventies leren gedetineerden beter omgaan met moeilijke situaties of zelfs met agressie. En daarnaast zoek ik dan ook nadrukkelijk samenwerking met ketenpartners, denk aan de gemeente van herkomst, maar ook de reclassering. En voorts wordt in kaart gebracht of alle basisvoorwaarden op orde komen. En huisvesting, werk en inkomen, schuldhulpverlening, een ID-kaart, ook van belang, maar ook zorg. Kijk, een goede reïntegratie van gedetineerden in de samenleving zie ik als een belangrijke voorwaarde om herhaalde criminaliteit te voorkomen. En dan het hoofddoel, het daadwerkelijk veiliger maken van Nederland. En daarom wordt tijdens detentie al gewerkt aan voorbereiding op de terugkeer naar de samenleving. Gerefereerd werd door het Kamerlid Sneller naar de pilot 3 Noord. En dat is in de drie noordelijke provincies. Waarin door gemeenten in die provincies voorafgaand aan de straf al contact met zelfmelders wordt gezocht. Wat het doel daarvan is, van het project, om gezamenlijk een plan op te stellen. Dat is gericht op voorkomen van potentiële schade op wonen, werken, kortom die 5 leefgebieden. Pilot loopt inderdaad tot het einde van het jaar. Ja, we zien hele positieve resultaten met u. Waarbij er voorafgaand aan detentie al acties zijn ondernomen door gemeente en DEI om bijvoorbeeld het verlies van werk of woning te voorkomen. Ik wil deze inzichten ook breed delen. Niet alleen binnen de DEI's, maar ook juist met de gemeente. En daar werken we ook aan. Eerst pilot afronden, kijken of echt dit goed werkt en daar waar je kan al meteen invoeren. Het contact ouder-kindruimtes, hoe kan je hem breder uitrollen? Kijk, ik vind het belangrijk dat kinderen zo min mogelijk schade ondervinden van de detentie van een ouder. En dat de relatie tussen ouders en kinderen zo goed mogelijk in stand blijft gedurende de detentieperiode. En daarom zorgt DEI voor verschillende vormen van bezoek in het huis van bewaring of de gevangenis. Zodat ouders en kinderen elkaar kunnen blijven ontmoeten. En een van die contactmomenten zijn de ouder-kinddagen die plaatsvinden in ouder-kindruimtes.
Elke penitentiaire inrichting krijgt financiering voor het organiseren van minimaal 4 ouderkinddagen per jaar. Is deze frequentie hoog genoeg? Nee, wellicht kan die verhoogd worden. Maar ik zit ook te kijken of dat kan, of het mogelijk is, ook gegeven mijn middelen. In de voortgangsbrief waar we net over spraken wil ik daar dieper op ingaan. Ik begrijp het instrument. Beeldbellen, dat is ook een vraag die gesteld is. Kijk, het is op dit moment al mogelijk voor gedetineerden om te beeldbellen. Maar de directeur van het PI besluit of een gedetineerde gebruik kan maken van beeldbellen als invulling van het bezoekmoment. Bijvoorbeeld als de familie van een gedetineerde in het buitenland woont, moet u dan aan denken. Maar om de risico's te beperken, wordt toezicht uitgeoefend op het gebruik van beeldbellen door gedetineerden. Beeld en geluid van alle gesprekken worden opgenomen. En tegelijkertijd wordt binnen DI rekening gehouden met veiligheidsrisico's. Zoals de mogelijkheid dat het contact met buiten wordt gebruikt voor voortgezet crimineel handelen binnen detentie. Kijk, DI is, maar moet ook continu bezig zijn om het contact van gedetineerden met hun relaties optimaal en veilig mogelijk te maken. Maar ik kijk ook naar mogelijke risico's en die wil ik ook reduceren. Ik ga naar veiligheid in detentie, voorzitter. Ik heb een lang betoog, ik kijk naar de klok en ik probeer het kort te houden. Maar toch, georganiseerde criminaliteit tijdens detentie. Ja, het is een veelkoppig monster. En het heeft een grote impact op ons land, op onze rechtsstaat. En het vonnis dat onlangs is uitgesproken over de advocaat en de neef van de gedetineerde in de EBI maakt dat pijnlijk duidelijk. Ik vind ook dat we geen moment kunnen en mogen rusten. En het vraagt continue aandacht. Toch licht ik graag enkele punten toe die we in de afgelopen tijd samen met ketenpartners hebben bereikt. En dat komt ook door toedoen van enkele van u. Ik noem ook de heer Elian in deze. Kijk, ik blijf benadrukken dat de directeur van een justitiële inrichting nu al maatregelen kan nemen en ook neemt als de situatie daarom vraagt. Vergeet mij, voorzitter, maar ik ga niet in op de individuele casus. Geen enkele maatregel wordt geschuld. Daarover voer ik ook de gesprekken. En allereerst gelden sinds december 2022 voor de zogeheten buitencategorie criminelen in de EBI extra strenge maatregelen. Komt de gedetineerde nu in de EBI, extra beveiligde inrichting, dan blijft hij daar minimaal een jaar voordat er een nieuw toetsingsmoment komt. Dat was eerst 6 maanden. Deze buitencategorie gedetineerde mag ook nog maar eenmaal per week bellen en eenmaal per week bezoek ontvangen. Voor sommige gedetineerden is dit nog steeds niet genoeg om de dreiging af te wenden. En daarom werk ik aan een wetsvoorstel waarmee ik op individueel niveau sterkere en nog verdergaande beperkingen kan opleggen dan nu onder de penitentiaire beginselenwet mogelijk zijn. En zo wordt visueel toezicht mogelijk op gesprekken tussen de gedetineerde en zijn advocaat. Ik stel dat dan ook voor. Daarnaast beperk ik het aantal rechtsbijstandsverleners waarmee de gedetineerde kan communiceren tot maximaal 2. Ook regel ik met deze wetswijziging een bevelsbevoegdheid waarmee ik als minister kan ingrijpen als dat in het kader van nationale veiligheid nodig is. Bijvoorbeeld telefooncontacten met de gedetineerde volledig stilleggen of schriftelijke correspondentie met bepaalde personen geheel verbieden. Consultatie van het wetsvoorstel is afgerond. Adviezen zijn verwerkt en de volgende stap is de Raad van State. April verwacht ik het wetsvoorstel aan uw Kamer aan te bieden. Daar streef ik naar. En tot slot benoem ik graag ook nog de zittingszaal die we in de PIVU gaan realiseren. En samen met de videovoorziening in de EBI, waarvan de bouw gestaag vordert, vermindert het vervoer van extreem gevaarlijke gedetineerden de komende periode. Gaat alles goed? Nee. Helaas heb ik uw Kamer ook tegenslag moeten melden en ik refereerde er net aan het justitiële complex Vlissingen. Voorzitter, ik heb ook gezegd van uitstel komt geen afstel, zeg ik tegen Zeeland, waar ik zelf april ben. En dan spreek ik ook met de Staten en met de Raad van Staten van Zeeland en de Raad van Vlissingen. Over de zittingszaal Vught zijn vragen gesteld. Kijk, met de wijziging van het besluit videoconferentie per 23 november 2022 kan de rechter ook tegen de wil van verdachten, of dient een raadsman of raadsvrouw, beslissen dat de verdachte de zitting via videoconferentie bijwoont. Er moet dan sprake zijn van een zeer ernstige dreiging of veiligheidsrisico bij aanwezigheid in de rechtbank of bij het vervoer van en naar de rechtbank. Het is en blijft, ook met het gewijzigde besluit, de rechter die beslist of een videoconferentie zal worden toegepast. De rechter beoordeelt dit per geval. En indien de rechter oordeelt dat van een zeer ernstige dreiging of veiligheidsrisico geen of onvoldoende sprake is, zal de zitting in fysieke aanwezigheid van de verdachte plaatsvinden indien de verdachte dit wenst. Dit geldt ook voor zaken waarin een EBI of een AIT-verdachte is betrokken.
De beoogde zittingszaal in de PU-Vught kan ook voor andere zittingen worden gebruikt dan alleen RC verhoren, zoals bijvoorbeeld raadkamer gevangenhouding en proforma zittingen. En per zaak bekijkt de rechter dat of er mogelijkheden zijn om ook inhoudelijke zittingen in Vught te houden. En daarbij moet rekening worden gehouden met bijzondere aspecten. Aantal verdachten, eventueel aanwezigheid van beschermde getuigen. Waarom staan we dan contacten toe van personen in de EBI? Was een vraag die ik hoorde van het VVD-Kamerlid Elion. Belangrijk onderwerp. Kijk, het uitgangspunt is dat contacten van gedetineerden in de EBI, met uitzondering van geprivilegeerden, altijd worden gecontroleerd en gemonitord. Voor gedetineerden in de EBI geldt wel dat personen met wie een gedetineerde wil bellen en of bezoek van wil ontvangen, eerst worden gescreend door de politie. Als daar aanleiding toe is, kan de politie en of het OM adviseren om geen contact toe te staan. En in de wijziging van de penitentiaire beginselenwet wordt de bevoegdheid uitgebreid om contacten van een gedetineerde in de EBI nog verder te beperken. En wordt dit ook mogelijk voor gedetineerden in de afdeling met intensief toezicht, de AIT's. Het voortgezet crimineel handelen, het prison break team, een vraag over het signaleren van lek in systemen, een vraag vanuit het CDA, voorzitter. Kijk, DEA heeft sinds 2020 de lokale bureaus inlichting en veiligheid opgericht en sinds 2022 een landelijk bureau inlichting en veiligheid. En deze bureaus bouwen een interne informatiepositie rondom hoogrisico gedetineerden op en proberen zo inzicht te krijgen in dat voortgezet crimineel handelen in detentie. Deze informatiepositie bouwen we op samen met ketenpartners, politie en Openbaar Ministerie. Daarmee brengen we criminele netwerken beter en eerder in beeld. En door de sterker wordende informatiepositie signaleren we steeds vaker en vroeger signalen van voortgezet crimineel handelen. En dit brengt de keten dan ook in de positie om meer preventieve beleidswijzigingen door te voeren. Samen met de politie, het Openbaar Ministerie, maar ook de Nederlandse Orde van Advocaten en Rechtspraak werken we sinds januari 2022 samen met genoemde. Met de genoemde partners werk ik samen de Taskforce aanpak georganiseerde criminaliteit tijdens detentieberechting. Ja, ontwikkeling geeft mij vertrouwen. Maar tegelijkertijd is genoeg genoeg. Kijk, georganiseerde criminaliteit heeft zijn eigen hersens, is goed ingelicht, heeft ongekende middelen. En daarin moeten we als overheid een goed antwoord geven. Dus dat dit punt op de agenda is en blijft, is noodzakelijk. Is er een tussenoplossing, vraagt u, totdat het justitieel complex Vlissingen gereed is? Dat is een van de vragen die het Kamerlid Kuik stelde, mijn voorzitter. Kijk, de vertraging heb ik net al aangegeven dat ik het zeer betreur. U vraagt mij naar een tussenoplossing. Kijk, voor wat betreft de extra beveiligde rechtbanken werken we nu met de bunker, justitieel complex Schiphol en straks de zittingszaal in Vught. Lelystad komt daar nog bij en uiteindelijk Vlissingen. En daarnaast breiden we ook het aantal afdelingen met intensief toezicht de komende periode uit. Voor wat betreft extra capaciteit in de vorm van een aparte tijdelijke locatie met hoogbeveiligde cellen die ik wil realiseren, kan ik u melden dat op dit moment wordt onderzocht in de reactie op de motie van de heer Elian. Belangrijk punt, we zijn nog niet zo ver, maar de motie komt eraan. De uitwerking van de motie. En over de uitkomsten van het onderzoek ga ik u dit kwartaal informeren. Het bezit van contrabanden en consequenties voor voorwaardelijke vrijstelling. Kijk, bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor voorwaardelijke vrijstelling wordt gedrag, risico en slachtofferbelang meegenomen. Gedrag tijdens de hele detentie wordt betrokken bij de beoordeling of een gedetineerde met voorwaardelijke invrijheidstelling mag. Dat betekent dus als een gedetineerde zich schuldig maakt aan de invoer of verhandelen van contrabanden, ontoelaatbaar gedrag, dat wordt betrokken bij de beslissing om wel of niet voorwaardelijke invrijheidstelling te verlenen. Het binnenbrengen van contrabanden is al strafbaar. Het bezit van contrabanden is niet strafbaar omdat de directeur van de PI voldoende mogelijkheden heeft om maatregelen te treffen. Voorzitter. Een opmerking die het SGP-raadslid maakte is makkelijk aan drugs komen. Het wordt gedaan aan intensieve toezicht. SGP-kamerlid, wat zei ik? Dit is vakdeformatie van 20 jaar, excuus. Ik neem de burgemeester niet aan. Point taken. Voorzitter, de heer Van der Staaij benoemt een belangrijk punt ten aanzien van drugs in inrichtingen. En de DEI neemt verschillende maatregelen om juist de invoer van verboden goederen tegen te gaan. Maatregelen variëren van controles met technische hulpmiddelen of juist speurhonden tot inspecties door de functionarissen. Zo worden regelmatig spitacties en algemene controles gedaan van cellen, ruimtes en bezoekers op het bezit en of binnendringen van drugs.
De EU doet doorlopend onderzoek naar het bestrijden van het binnenkomen van onder andere drugs en op welke wijze nieuwe technieken en innovaties daarbij kunnen ondersteunen. In mijn bezoeken, bijvoorbeeld aan Alphen aan de Rijn, was ik samen met de minister-president, zag ik hoe gedetineerden de meest ingenieuze middelen gebruiken om of telefoons kleiner dan klein of drugs binnenvoeren. Ja, maar we blijven daar waakzaam op. We blijven daar tegen knokken. Ja, we blijven daar een gepast antwoord op geven. Meneer Sneller vroeg, voorzitter, hoe het zit met die EBI-maatregelen, die wetswijziging, en hoe verhouden de afgewezen voorstellen zich tot de voorstellen die wel in de wet zullen komen. Kijk, in relatie tot de advocatuur en het voortgezet criminele handelen in detentie heb ik verschillende mogelijkheden overwogen. Ik heb uw Kamer een aantal keren geïnformeerd. Ik refereer bijvoorbeeld ook aan die brief van 13 juni 2022. In het wetsvoorstel zijn de maatregelen terechtgekomen waarvan ik denk als minister dat ze het meest effectief zullen zijn. Ja, u heeft me horen praten over die maximaal 2 advocaten, dat visueel toezicht en locatiegebonden bellen. Specifiek over de mogelijkheden van het Openbaar Ministerie wil ik het volgende zeggen. Bij een ernstig vermoeden van misbruik kan de officier van justitie nu al tijdens het vooronderzoek het contact tussen de raadsman en cliënt tijdelijk verbieden. En dan op grond van artikel 47 wordt dan vervolgens onverwijld een vervangende raadsman aangewezen. De wet vereist een ernstig vermoeden. Louter een redelijk vermoeden is dus niet voldoende. Het bevel omschrijft het ernstige vermoeden en de omstandigheden is onderworpen aan het oordeel van de rechter. Van het OM begreep ik vorig jaar dat in de praktijk niet of nauwelijks van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt. Een uitbreiding van de regeling lag dan ook niet voor de hand. En naar aanleiding van alle ontwikkelingen op het gebied van voortgezet crimineel handelen in detentie het afgelopen jaar, ben ik dan ook continu met OM in gesprek om een eventuele uitbreiding te verkennen. Droondetectie, voorzitter. Ja, er worden goede resultaten geboekt in het detecteren en onderscheppen van drones. In eind 2022 DI een landelijke dekking gerealiseerd ten aanzien van die droondetectie voor de gevangenissen. Voorzitter, de ene gevangenis werkt met een geavanceerder systeem dan de ander. Waar de heer Erlian op bezoek is geweest, is het meest geavanceerde systeem met de daarbij behorende kosten. Laat ik dat vooropstellen. Tegelijkertijd waar de andere penitentiaire inrichtingen mee werken qua droondetectie in een systeem waarvoor ik een landelijke dekking, gegeven ook mijn middelen, gerealiseerd heb. DI blijft continu onderzoek doen naar nieuwe technieken en innovaties om juist die drones te detecteren en of te weren. Het MyTelio-app voor gedetineerden. Kijk, een gedetineerde beschikt binnen de inrichting niet over contant geld of een eigen bankrekening, maar krijgt bij binnenkomst in een penitentiaire inrichting een rekening courant. Intern wordt het geld op de rekening courant gebruikt voor bijvoorbeeld een kapper of inrichtingswinkel. De betalingen van gedetineerden naar buiten wil ik verder aanscherpen. Externe financiële transacties worden alleen nog maar toegestaan als dat noodzakelijk is, zoals voor boetebetalingen, schuldenaflossing, paspoortverlenging, inschrijvingsgeld voor een huurwoning. Voorzitter, ik bekijk de mogelijkheden die de MyTelio-app biedt en de risico's die eraan kleven. De voortgangsbrief wil ik dan ook over de taskforce voor aanpak georganiseerde criminaliteit tijdens detentie. En bij berechting wil ik u dan ook daarover informeren. En die kunt u tegemoet zien, want daar gaat u mij ongetwijfeld naar vragen, eind maart. Nog één kopje. Levenslang gestraft. Dit blokje. De heer Erlian, even over dit mapje, de vragen. En dan komt u aan het laatste mapje en dan kijken we hoe we met de tweede termijn gaan. De heer Erlian. Dank, voorzitter. Ik zie dat er veel gebeurt. Volgens mij delen we ook op zich het doel waar we op moeten uitkomen. Dat criminelen vanuit detentie niet door kunnen gaan met criminaliteit. Even als het gaat, voorzitter, om contrabanden. Ik begrijp dat dat mee wordt genomen in de nieuwe beoordeling die sinds vorig jaar van kracht is. Maar is de minister het niet met de VVD eens dat een veel krachtiger signaal nodig is? Ik heb het onderzoek hier, dat krijgt u zo. Ik wil u vragen ook om te reageren op dat onderzoek. En masse komen die telefoons binnen. Dat hoeven we niet flauw over te doen en die telefoons zijn relevant. Want als een van de belangrijkste verdachten in het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries in detentie nog had kunnen bellen, ja,
dan is het niet gek, hoop ik, dat de minister begrijpt dat ik zeg... hier moeten we echt zo kort en zo snel mogelijk paal en perk aanstellen. Dus waarom zouden op contrabanden niet gewoon het uitgangspunt nemen? Heb je een telefoon, dan heeft dat gevolgen voor je VI. En eventueel zouden we nog moeten overwegen, er komt meer straf bij. Deelt de minister deze visie? De minister. Voorzitter, ik heb net aangegeven wat een penitentiaire inrichtingdirecteur kan doen... ten aanzien van straf opleggen en ten aanzien van die voorwaardelijke vrijstelling. Dan het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen ontvang ik graag. Laat ik dat nadrukkelijk voorop stellen. Hebben wij dat in ons bezit? Ik kijk even ambtelijk. Nee, ik krijg dat zo direct. Dan ga ik erbij staan. Dankjewel. Voorzitter, ik waardeer deze suggestie van de heer Elian ten zeerste dat hij deze informatie met mij deelt. Dan over contrabanden. Ik zal hier zeker schriftelijk op willen reageren. Alleen ik moet even kijken van de omvang, wat betekent en hoe we daarop kunnen reageren. Ja, dus geef mij even de mogelijkheid om daar intern over af te stemmen. Dan contrabanden. Ik vind contrabanden ernstig. U noemt een praktijkvoorbeeld die ik ook zeer ernstig vind en waar de Nederlandse samenleving ernstig over geschokt is. Ik gaf net ook al aan de kleinheid van de telefoons die mij verbaasd heeft en hoe die binnenkomen. En ik geef ook aan hoe het DI-personeel met alle innovaties haar gegeven daarbovenop zit. En tegelijkertijd vraagt u mij, maak het strenger binnen het regime. Juist de gevangenisdirecteur weet wat de consequenties kunnen zijn van contrabande en acteren daarop. U zegt, ga nog een stap verder. En ik zeg daarin, ik wil daar graag een discussie met u over voeren om te kijken welke stap verder verwacht u van mij. Ik sta open voor suggesties. Ik wil ze wel wegen en ik wil ze ook wegen op uitvoerbaarheid en haalbaarheid. En ik wil ook kijken of dat juridisch mogelijk is. Maar laat ik duidelijk zijn tegen de gedetineerden in de penitentiaire inrichting in Nederland. We hebben gezien wat contrabande betekent. Er wordt tegen opgetreden. En daar waar je kan, zal ik dat strenger doen en duidelijker doen. Voorzitter, tot zover mijn reactie. Ik geef maar de heer Jan voor zijn ja, dan tweede doe vraag. Doe ik mijn slotvraag. Ja. Meteen als het gaat om die contacten, want in tweede termijn zal ik het zelf nog iets zeggen over die MyTelio-app en de financiële transacties. Voorzitter, waar het om gaat is dat het mij bevreemdt dat contacten met personen die een verdachte rol hebben, de lat voor deelneming ligt vrij laag in Nederland, dat we dat contact toestaan. En ik snap dat de minister zegt, GIP controleert, politie adviseert. Maar de realiteit is, ik noem het voorbeeld toch maar even, dat kennelijk al jarenlang serieuze verdenkingen bestaan tegen familieleden van Taghi. En die hebben mogen bellen met de hoofdpersoon in kwestie. Ik vind dat raar. Ik vind ook dat slecht uit te leggen is aan de samenleving. Dus kan de minister mij in ieder geval toezeggen dat waar een verdachte rol waarneembaar is van contacten, dat we dat contact niet toestaan? De minister? Ik heb net een inleiding gegeven, mevrouw de voorzitter, waarin ik heb aangegeven hoe ik met het wetsvoorstel een strakke, heldere juridische basis wil leggen om streng te kunnen ingrijpen. Zoals bij vermoedens. Ik heb haast gemaakt met het wetsvoorstel. Dat is me niet door alle actoren in dank afgenomen. Maar dat biedt mij de mogelijkheid om door te pakken daar waar nodig. U noemt een concreet voorbeeld. Ik ga niet in op dat concrete voorbeeld. Maar het biedt me dan wel de middelen om door te pakken. En dan ga ik niet nat bij een rechter. Dank u wel. En dat wetsvoorstel kregen we in april, als ik u goed heb begrepen. Dan komt u aan uw laatste mapje beginnen. Voorzitter, inderdaad, dat is de vraag die de heer Marcus over stelde. En wil de minister een nieuwe brief sturen over de casus. Ook ik was geschokt toen ik bekeek wat betrokkenen gedaan heeft. Laat ik dat vooropstellen. Maar het is niet aan mij dat ik inga op individuele casuïstieken. En de reden daarvoor is dat ik politiek verantwoordelijk ben voor het systeem van herbeoordeling. En daarom kunt u mij op aanspreken en behoor ik het met uw Kamer over te hebben. En de brief die ik vanochtend op verzoek van het lid Marcus Sauer naar de Kamer heb gestuurd, gaat daarom in op het systeem van herbeoordeling. En de nieuwe brief, voorzitter, is een herhaling van de uitleg van dit systeem. Want ook dan ga ik niet in op een individuele casuïstiek. En daarom ga ik ook geen nieuwe brief sturen. Kijk, voorzitter, in eerdere debatten over levenslang gestraften hebben we gesproken over de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. We hebben gesproken over de bevestiging daarvan door de Hoge Raad. Ja, het is niet mogelijk om specifieke levenslang gestraften van het recht op herbeoordeling van de levenslange gevangenisstraf uit te zonderen. Daar heb ik u op aangegeven. Voorzitter, dat in de richting van de vraag die de PVV mij stelde. En laat ik vooropstellen, ik ben met die levenslang gestraften, sta ik een paar wijzigingen voor.
Met de brief van 3 februari, jongstleden, heb ik niet een eerder start van de reïntegratiefase aangekondigd, maar een verlenging van de reïntegratiefase, zodat die voortaan niet 2, maar 3 jaar duurt. Na 25 jaar detentie voor een levenslang gestrafte geeft het adviescollege een eerste advies over de eventuele toelating van de levenslang gestrafte tot de reïntegratiefase. En op dit moment wordt na 27 jaar detentie een ambtshalve gratieprocedure gestart om te beoordelen of de levenslange gevangenisstraf nog een legitiem strafdoel dient. Ik wijzig dat naar een ambtshalve gratieperiode na 28 jaar detentie. Waarom doe ik dit? Enerzijds omdat experts hebben aangegeven dat een reïntegratie van een fase van 2 jaar te kort is voor een goede voorbereiding op de herbeoordeling van de levenslang gestrafte. En een eventuele toelating tot de reïntegratiefase betekent inderdaad niet per definitie dat later ook gratie zal worden verleend aan de levenslang gestrafte. Ik zeg dat met klem. En centraal staat of de levenslang gestrafte zodanig is veranderd en zodanige vooruitgang heeft geboekt in zijn resocialisatie dat met de straf geen legitiem doel meer wordt gediend. Invoeringstoets straffen en beschermen is mij ook nagevraagd. Die wordt momenteel voorbereid. U weet wat ik daarmee beoog. Hè. Je wil knelpunten ervaren vanuit de praktijk. Kijk hoe de wet in de praktijk werkt. Ik zal dan ook een bijeenkomst organiseren waarin verschillende partijen die betrokken zijn met de wet deze punten in gezamenlijkheid kunnen bespreken. Ik kijk dan ook naar de hardvochtigheden. Ik streef u naar uw Kamer later in het voorjaar over de uitkomst hiervan te kunnen informeren. Voorzitter, kijk even naar de vrijwilligers. Daar is ook nog een vraag over gesteld. Kijk, vrijwilligers hebben toegang tot de PS. Zij zijn belangrijk vanwege hun bijdrage aan de reïntegratie. Ook in de nieuwe subsidieregeling krijgen vrijwilligers gewoon toegang tot de PS. En in deze regeling wordt de subsidie verdeeld onder alle vrijwilligersorganisaties op basis van het aantal vrijwilligers. Het vaste bezoek van vrijwilligers dat plaatsvindt in het kader van DNR-traject voor gedetineerden komt niet in de plaats van regulier bezoek. Veelal vindt het vrijwilligersbezoek door de week en tijdens reguliere werktijden plaats. En het bezoek kan op verschillende plekken worden aangeboden, in de spreekkamers of in de bezoekzaal, afhankelijk van de beschikbaarheid van de ruimte. Ik kijk naar Bonjo, toch is er een vraag over gesteld. We hebben daar verschillende keren over gesproken. Ik heb inderdaad met de directeur van Bonjo op 16 januari jongstleden gesproken. Ik heb hem ook gevraagd van, geef me een toelichting, wat doe je nu eigenlijk? Stel het ook op schrift. Ik heb dat ook bestudeerd. En voorzitter, zonder te veel tijd te verliezen, blijf ik uw Kamer voorhouden om de afbouwregeling toe te passen. Zoals we dat doen bij alle instellingen. Daar wil ik het bij laten, voorzitter. Ja, dat ga ik zo inventariseren. Eerst op het punt van de vrijwilligers. De heer Ceder en de heer Van der Staaij. De heer Ceder. Ja, voorzitter. Fijn om te horen dat die regeling op een bepaalde manier geborgd wordt. Mijn punt is dat mij is verteld dat de uren die vrijwilligers kunnen spenderen met gedetineerden, samenvalt met de algehele uren voor bezoekregeling. Hierdoor moet een gedetineerde een afweging maken of hij voor de professionele bezoekuren gaat of familieuren, dus dat er de facto een mindering plaatsvindt als het gaat om totale bezoekuren. Dat sommige PI's daar wel richtlijnen voor hebben, maar dat het niet overal gebeurt. En ik daarom de minister vraag om een uniform kader daarin te regelen. Klopt de informatie niet en kan de minister dus toezeggen dat die uren dus niet vermengd worden en dat er dus niet de facto een situatie kan ontstaan dat een gedetineerde minder bezoekuren krijgt als zij ervoor kiest om deze vrijwilligers toegang te geven of op bezoek te hebben. De minister? Voorzitter, een hele specifieke gedetailleerde vraag. Ik begrijp meneer Ceders zorg. Ik wil hem schriftelijk beantwoorden door eerst de feiten te checken. En wanneer kunt u het schriftelijk antwoord tegemoet zien? Ik kijk even naar rechts. Voortgangsrapport, ja, graag. De heer Van der Staaij? Ja, op het punt van de levenslang gestrafte. Ik begrijp de technische uiteenzetting van hoe het in zijn werk gaat. Maar ik blijf nog de politieke zorg houden, om het zo te zeggen. Dat als ik zinnen lees, het is belang dat een levenslang gestrafte voldoende tijd besteedt aan het werken aan reïntegratiedoelen. Dat hij voldoende in staat is om zich voor te bereiden op de herbeoordeling. Is mijn vraag, leiden deze stappen er uiteindelijk niet toe dat steeds
meer, steeds vroeger, gewerkt wordt aan resocialisatie en dat daarmee levenslang verder uitgehold dreigt te worden. Dat is in ieder geval de zorg die mijn fractie heeft. De minister? Ik deel uw zorg niet, zeg ik via uw voorzitter aan de heer Van der Staaij. Ik blijf erbij kijken, een gedetineerde moet je een perspectief bieden. Ook naar zo'n hele ernstige misdaad. Maar zoals ik, want ik ben bewust naar jullie gewaard gegaan om ook met deze levenslang gestrafte het gesprek aan te gaan. En zij namen mij mee in de beeldspraak. Van het is wachten bij de bushalte op de bus, maar de bus komt niet. Waarop mijn antwoord was, ik besef wat de Hoge Raad heeft uitgesproken. Ik besef wat het Europees Hof heeft uitgesproken. Maar er kan een bus langskomen, maar dat betekent niet dat je in de bus mag stappen. Ondanks het feit van de integratie, want er zijn vier hoepeltjes. Een excuus voor de beeldspraak die ik nu bezig, want het is heel ernstig en het is heel belangrijk. Ik kijk wel degelijk naar de impact voor de slachtoffers en nabestaanden. Die weeg ik natuurlijk mee. Ik kijk ook naar hoe heeft gedetineerden zich gedragen gedurende de periode van detentie. Ik kijk ook naar, heeft de gedetineerde, de levenslang gestrafte, zich ontwikkeld dat hij geen gevaar is voor de samenleving. Al die zaken neem je mee. Dus je kan wel bezig met de reïntegratietraject, maar dat betekent helemaal niet dat het leidt tot gratie. Nou, die spelregels moet je aan de voorkant, en deze leefregels, of gedragsregels, of hoe je ze wilt noemen, moet je aan de voorkant heel duidelijk maken aan de levenslang gedetineerden. Niet anders dan dat. Hoort mij zelf die detentieperiode, op grond van wat experts aangeven, verlengen van 2 naar 3 jaar. Heeft ook een verband met de ena zwaarste straf die we in dit land treffen. En, dan zou die, zoals het nu is, zou een jaar korter duren, of je nou levenslang gestraft bent, of de zwaarste gevangenisstraf die je krijgt. Vind ik ook niet juist. Vandaar dat ik het systeem en het stelsel goed tegen het licht heb gehouden en met dit voorstel kom. Ik zag mevrouw Kuiken op vragen met dit punt. Ja, nou, er was een vraag nog niet beantwoord. En dat ging over de inrichting stelselmatige daders. Kunt u die vraag herhalen? Die wil ik best herhalen. Dat gaat over veelplegers, dus mensen die elke keer weer in verval raken. En professionals gaven aan, ja, 2 jaar is eigenlijk te kort voor een adequate langdurige aanpak. Dus we willen dat verlengen. En mijn vraag was aan de minister of hij daarmee eens is, want dat deelt het CDA wel. Op dit punt, voorzitter, want dan kan de minister gelijk meenemen, want ik had hier ook een vraag over gesteld. Dank u wel, voorzitter. Over hetzelfde ESD-maatregel voor stelselmatige daders. Er ligt een WODC-rapport en er moet een landelijke visie komen. En ik trok, volgens mij heeft het ook met TBS te maken. Mijn vraag is, wanneer mogen we die visie verwachten? Want dat is wel erg relevant, ook om de lessen daaruit te trekken voor misschien ook andere zaken. Oké, kijk nu even ESD. Nee, maar gaat het over ESD, meneer? Oké, we gaan eerst ESD doen. ESD, reactie graag op de vraag van mevrouw Kuik en de vraag visie mevrouw Moedler. ESD langer laten duren dan 2 jaar, voorzitter, is een van de aanbevelingen die inderdaad onderzoekers gedaan hebben. Ik bespreek dat ook nu. Ik ben bezig met de verschillende ketenpartners. In de voortgangsbrief gevangeniswezen wil ik u informeren. En voor de zomer wil ik die aan uw kamer sturen. Dat ik de helder over stellen. De laatste voortgangsbrief is in juni 2022 met uw kamer gedeeld, als ik het goed heb. En daarom zeg ik ook voor de zomer, deze zomer 2023. Dan de visie waarover gesproken wordt. Kijk, ik neem er dan ook meteen mee die visie die ik hierover heb. Dus het is NN. Ja, ik probeer te bundelen, dingen bij elkaar te brengen. Okay. Dank u wel. Dan kijk ik even onbeantwoorde vragen. En de heer Ellian had er ook een. Ja, zeker. Kort en duidelijk. Waarom vinden wij het normaal dat gedetineerden naar elkaar geld kunnen overmaken? Als iets een aanwijzing is voor voortgezet handelen, dan is het dat wel. Waarom staan we dat toe? De minister. Gedetineerden die geld naar elkaar overmaken, u hoorde mij net aangeven hoe ik met deze app om wil gaan en dat ik daar ook strenge maatregelen over wil treffen. Geef mij de gelegenheid om dat beleid uit te voeren en op te pakken. Omdat ik ook gewoon zie welke risico's dat met zich mee kan brengen. Maar ik zal er ook de specialisten bij betrekken vanuit de praktijk. Uw opmerking is duidelijk gehoord. Dank u wel. Ik kijk even naar leden, want we hebben natuurlijk toch een beetje niet helemaal gedaan zoals dat moet. 7-1. Tweede termijn lijkt mij, daar hebben we te weinig tijd voor. Wat ik zou willen voorstellen, ik had namelijk begrepen, dus we doen geen tweede termijn. Is er behoefte voor een 2 minuten? Wat? Die indruk kreeg ik. Dus er zal op dit onderwerp sowieso een 2 minuten debat worden aangevraagd. De heer Ellian als eerste spreker heeft dan
is deze dan de aanvraag van het 2-minuten-debat. En met uw instemming zou ik dan graag de toezeggingen willen oplezen. Want dat scheelt allemaal weer moties. Want eenmaal toegezegd is geen motie. Zeg ik ook even richting de heer Van der Staaij. Die daar allemaal mooie rapporten over schrijft om ons werk zo effectief mogelijk te doen. Dat is een hele lijst. Meneer Sneller, u kijkt bedenkelijk. Vindt u dit een verkeerde aanpak? Nee, maar in de geest van de heer Van der Staaij is het misschien goed om even te horen waar die moties dan over gaan ook. Dat doen we dan na deze enorme lijst. Dan denk ik, knappe jongen die dan nog een motie heeft. Toezeggingen. De minister stuurt in juni een voortgangsbrief over de maatregelen in de JJI's. De minister stuurt uiterlijk begin 2024 een brief over de toekomstscenario's voor de forensische zorg. De minister stuurt dit voorjaar een brief over de beperkt beveiligde afdelingen en de bemensing daarvan. De minister stuurt het wetsvoorstel voor de wijziging van de penitentiaire beginselenwet in april naar de Kamer. De minister stuurt in het Laatste, ik heb inderdaad april genoemd. Ik streef naar april 2024. Natuurlijk wil ik dat ook. 23 neem ik kwalijk. Ik maak er opeens een jaar meer van. Dat is absoluut niet mijn bedoeling. Ik ben daar wel nadrukkelijk ook van afhankelijk van waar komt de Raad van State mee dat proces. Ja. De minister stuurt in het najaar een voortgangsbrief over forensische zorg en gevangeniswezen, waarin in ieder geval wordt opgenomen de manier van bekostiging van forensische zorg, de periodieke publicatie van cijfers in de forensische zorg, waaronder het aantal mogelijke misdrijven dat door ontsnapte gevangenen is gepleegd, de afweging over combinatievonnissen, het contact tussen ouder en kind, de momenten, de voortgang van de app MyTellio, ik hoop dat ik het goed zeg, de bezoekregeling van vrijwilligers, met van de heer Seder. Dan een nieuwe toezegging. De minister stuurt in het voorjaar een brief over de invoeringstoets voor de wet straffen en beschermen. De minister stuurt voor de zomer de voortgangsbrief over het gevangeniswezen met daarbij de ISD-maatregel, punt van mevrouw Kuik, en landelijke visie. Mevrouw Moedler. En dat was hem. Ben ik iets vergeten? Kijk even eerst naar de leden. Staat er iets niet op waar u wel op had gerekend? En nu, ja, daarna ga ik even naar de andere kant. Ik dacht, ik begin met u. Ja, dus dit is herkenbaar. Dan kijk even naar de minister. Zijn er dingen benoemd waar u niet mee uit de voeten kan? Voorzitter, ik kan met alles uit de voeten, maar ik probeer hem te categoriseren. Ik heb gezegd, met forensische zorg kom ik in het derde kwartaal 2023. Met voortgezette criminele handel in detentie, eerste kwartaal 2023. En ten aanzien van het andere onderwerp kom ik het tweede kwartaal gevangeniswezen. Tweede kwartaal. En als we die onderwerpen die u net genoemd hebt, die toezeggingen van mij, naar die drie categorieën rubriceren, dan hebben we het heel helder in beeld. Oké, en kunt u dit alstublieft nog één keer herhalen, want het gaat echt schelen. Eerste kwartaal handel in detentie. Correct. Tweede kwartaal. Forensische zorg. Neem niet kwalijk, gevangeniswezen. En het derde kwartaal komt de forensische zorg. Rapportage. Oké, dank u wel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit commissiedebat. Ik dank de minister hartelijk voor zijn bijdrage en natuurlijk ook via u dank aan alle ambtenaren die u hierbij ondersteunt. Mensen op de publieke tribune, dank voor de interesse en natuurlijk de leden voor hun inbreng in dit debat. En daarmee sluit ik deze vergadering.